Holy shit. Wat? 3 minuten! 2 minuten! Bro, chill chat! Chill down! Ik ben live. Ik ben even te laat! Sorry! Alsof jij nooit te laat bent! Ladies and Gentlemen, goedenavond, goedenavond, goedenabend, hallo, hallo. Ich bin zurück mit einem neuen Stream. Mein Name ist Milan Knol und ich bin nicht zurück aus Duitsland. Das ist, warum ich Deutsch spreche. Omdat ik ben net terug. Ik ben net terug uit Duitsland, bro. Daarom was ik even te laat. Ik was letterlijk aan het haasten, bro. Zie je het zweet niet op mijn voorhoofd? Het zit allemaal in mijn haar nu. Kijk, het zit allemaal in mijn haar. Alles zweet. Ik was aan het haasten. Dus 2 minuten te laat, bro. Zuig mijn linker. Goed. Je hoort de muziek al op de achtergrond van een nieuw spel wat nog moet uitkomen. Het lijkt een beetje op Gang Beasts. Kennen jullie Gang Beasts? Gang Beasts is een spel met een beetje van die gekke poppetjes en zo. Een beetje Among Us poppetjes-achtig iets, maar dan met armen en benen. En dan... en dat gaan we zo meteen doen. Er zit een jongetje genaamd Shark hier in de call op Discord... die heel erg groot fan van je is. Ja, weet ik. Maar Shark heb ik al een handtekening opgestuurd naar zijn huis. Dus dat komt helemaal goed, Nicky. Goedenavond, Annette en Moortje, Kevin, Mistillo... Vince, Sterre, Mees, Rob. Wie hebben we nog meer? Mason, ik zag Ronald net in de chat. What's up, Ronald? Mason, Sven. Goedenavond, goedenavond. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Ik weet niet of je mijn Snapchat hebt gezien. Als je mijn Snapchat nog niet hebt gezien... Yo, volg me op Snap. Milan Knol. Ik ben diegene met een ster. Ik heb een ster. What's up, Danny? What's up, Mario? What's up, Kevin? Fem. Vince. Hayat. What's up, man? What's up, Christy? Heel leuk dat je nu Christy hebt neergezet in plaats van KK0. What's up? Leuk, leuk. Mandy, hallo. Goedenavond, goedenavond. En in Duitsland, in Oberhausen, waar ik was net, met 2 van mijn net niet beste vrienden. Als ze dit zien, dan denken ze, what the fuck, bro? What the fuck, bro? Had ik even wat nieuwe kleding gehaald. Ik heb even een nieuw jasje gehaald of zo. Of een jasje, een nieuw dingetje gehaald. En een nieuw t-shirtje gehaald. Wil je t-shirtje zien? Wil je dat t-shirtje zien? Hij is echt heel, heel cute. Hij is heel leuk. Ik kan hem zo pakken. Eén iemand zegt nee. Jij wordt geband. Oh, kut. Dat is mijn editor. Laat maar. Kijk eens hoe leuk. Nou, het is echt leuk, hoor. Kijk. Oh, andersom. Lelijk? Je hebt er niks gezien, man. Kijk. Dit doet hij zo. Ik dacht, dat is wel leuk. Nou. Toch? Ik vond hem wel leuk. Ik weet niet wat die witte saus is. Maar die rode is dan denk ik ketchup. En die gele mosterd. Maar die witte... Weet iemand wat die witte saus is? Goed, leuk. €17. Nou, dan moet je meenemen, toch? Dat is gewoon geen geld voor t-shirt. Met een ding erop. Leuk, man. Hey, Esmee Grimmink, dankjewel voor het parkeren. Dankjewel voor het lid worden. Thanks voor je support. Mayonaise of knoflook. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat is een goeie. Oh, ik weet niet wat ik heb, maar... Oh. Gelukkig dat jij het leuk vindt. Wow, bro. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow. Hey, zuig mijn mayo-fles, man. The fuck, bro. Doe chill. Doe chill. Witte saus. Oh ja, er is altijd één viespeuk in de chat. Witte saus. Misschien toen je alleen was. Dat je gewoon iets ging zoeken. Nou, als jij die hele fles kan vullen, bro. Dan... Dat heb je eraan. Goed. Jessica, dankjewel voor je 3 maanden. 4 maanden, sorry, 11. Ik zie ineens, wat de fuck? Liggen streepje laf. Liggen streepje laf. Ja, oké. Liggen streepje laf. Ik zie Jessica... Ja, dit zag ik dus net. Jessica met 3 maanden. Dankjewel, Jessica. En Elf, dankjewel voor de 4 maanden. Pol, 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 pol. Zie je mij klikken met die vinger? Nee, hè? Gelukkig. Dus dit is gewoon toeval. Dat ik zo doe elke keer. Natas! Kwartaal gesupt nu. Op naar een half jaar. Een kwartaal. Dankjewel, kwartaal. Natas. Thank you very much. Ik ga deze even meteen instellen. Waarom ook niet? Kijk nou, prachtig. Dus ja, thanks Natas. Thanks voor de 3 maanden. En Kelly, dankjewel voor de €1. Komt zo wel in beeld. Maar eerst gaan we even de Discord boys slepen. Want ik ga dit spel niet alleen doen. Ja, dat hoorde ik ook de hele tijd. Je hebt een ruis op de lijn, Jasper. Nu nog steeds? Nee, nu niet meer. Ja, dat is heel irritant. Het is die dus al de hele tijd aan het doen in de wachtkamer. Ja, same. De hele tijd. Leuk muziek is dat. Hallo Jasper en Barend. Schön dat jullie er zijn. Dankjewel Kelly nogmaals. Niet zomaar Kelly. Kelly van boven. En Maarten Rijman. Thanks voor de €2,50 superchat. Dankjewel voor jullie support. Dankjewel. Daarmee koop ik de games. Daarmee betaal ik mezelf uit in ducaten. Dus dat wordt gewaardeerd. Dankjewel. Wil je mijn naam noemen? Je hebt niet eens een naam, gast. Je hebt niet eens een... Je heet The Farmer. Dat is letterlijk hoe iedereen kan heten. Je hebt niet eens een naam. Je hebt het... Ik heb het wel gezegd nu, dat weet ik. Maar, like... Even eerlijk. Dat is alsof je Roblox Master 345 heet. En dat je dan zegt, zeg mijn naam. Maar goed. Ik zou het nooit meer doen, Milan. Ja. Mag ik... heb je die ene jas gekocht? Die zwarte jas die je aan had? Ja, bro. Zo. Heb je die gehaald? Die heb ik gehaald. Echt zo hard. Voor die hard? Ja, man. Ik vond die echt sick. Thanks, man. Ja. Hoe duur denk je dat die was? Dat is belangrijk, hè? Nederlanders. We zijn Nederlanders. Nou, €50. €60. Ja. 50? Ja. Ja, dat klopt. Hey, ziek. Ja, man. Ja, daarom nam ik hem mee, want ik zag nog zo'n jas en die zag 80. Toen dacht ik, ben je gek of zo? Dat vind ik veel te veel. Dus normaal, man. Heb je de overhemd nog gekocht? Nou, Yvette, dat is het hele ding. Leuk dat je mijn Snapchat hebt gezien. Ik had inderdaad een blouseje aan. Een soort overhemd blouseje. En dat was dus van Hugo Boss. Dat zag je nergens. En daarom vind ik het mooi. Want ik wil niet zo'n merk teringrood in mijn shirt hebben. Want dat vind ik kut. Want het boeit mij niet of het wel merk is of geen merk. Als het leuk is, dan wil ik het dragen. Punt. En dat ding was dus €120. Dat blouseje. En hij... Die twee jongens waarmee ik was, Rutger en Jur, die vonden het allebei een kut ding. Die zeiden het stering lelijk. Daarom zei ik van, ja, daarom vind ik het juist vet. Maar €120 voor een blouse vond ik nogal prijzig. Alleen hij zat wel heel lekker. Dus ik denk, weet je wat, ik bel wel Elisabeth met videobellen. En vraag ik haar wel of zij wat vindt. Dus ik bel haar. En het wordt gewoon weggedrukt. Gesprek geweigerd. Wordt gewoon weggedrukt. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik stuur wel een foto. Dus ik stuur een foto naar haar. En toen kreeg ik 2 uur later, toen ik al lang uit die winkel was, kreeg ik een reactie. Ja, leuke kleur! Oh. Thanks, schat. Dus ik heb hem niet gehaald. Nice. Want, gelukkig maar. Hoezo gelukkig? Ah, het zag er niet uit, man. Ja, blauw staat jou wel, bro. Was niet blauw, bro. Ja, dat wel. Oh. Was groen. Ja, bij mij was het wel blauw. Nee, blauw. Oh. Het was groen. Wacht, ik ga hem opzoeken. Ik laat de foto... Nee, dat was niet blauw, bro. Hier, dit is niet blauw. Dit is groen. Nee, ik vond hem ook meer blauw, man. Ik ben nu ook aan het zoeken, hoor. Er zit een kleur bij daarnaast, dat is richting paarsblauw. Dat zit daar heel erg klein. Hij is wel groen. Hij is wel groen. Is groen. Oh ja, ja groen staat jou goed, man. Kan ik een abonnement nemen, net zoals op Twitch? Goed, laten we beginnen, boys. Voordat ik even Maarten Rijman bedankt voor de €6 superchat. Hoe word je lid? Of kan ik een abonnement nemen net als op Twitch? Nou, je kan op twee manieren lid worden. Je kan op de link klikken die nu in de chat staat. Van Nightbot. Die zegt lid worden. En dan kun je daarop klikken. Dus dat is youtube.nl/milanknol/join. Of je kan klikken op lid worden. En dan krijg je opties met hoeveel je wilt betalen. Op Twitch is het gewoon van dit is het. En dan kun je 3 dingen doen. Maar bij YouTube heb ik volgens mij 6 ingesteld. Dus je kan vanaf €3 per maand tot aan €50 per maand. En dan kun je allemaal ertussen. En dan kun je zelf bepalen hoeveel jij zegt van... Oké, dit wil ik kwijt aan Milan. Dit vind ik hem waard. Dit is een goede ruil. Dus als jij €3 een goede ruil vindt, vind ik het €3 een goede ruil. Dat is het laagste wat ik kon doen. 4, 5, 7 mag ook. Boeit allemaal geen ene moer. Wordt gewaardeerd, Maarten. Dankjewel. Dus dat is die rode knop. En Zeddy Danny, dankjewel voor het parkeren, man. Thank you. Voor het lid worden. Dankjewel. Goed, we gaan de game starten. Zal ik even een introotje doen? Ja. 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 Oké. Dames en heren, vandaag speel ik SOS OPS. En deze game ken jij waarschijnlijk niet, want deze moet nog uitkomen terwijl ik dit speel. Het lijkt een beetje op Gang Beasts, dat ken je misschien wel. Ik ga dit samen doen met Jasper en Barend, dus laten we meteen de game ingaan en gaan spelen. Want wij zijn brandweermannen. Woehoe! Wee -oo. Ja, Wii U ook, inderdaad. Wii U. En woehoe. Goed. Voordat je de game in gaat, er is echt iets heel cools wat je moet ontdekken in het mainscherm. Iets heel cools. Wat is cools? Wat dan? Ja, doe even ontdekken. Ontdekken. Ik klik overal op nu. Nee, het is echt heel vet, hoor. Ja. Ik heb dat helemaal zelf ontdekt. Met mijn controller? Nee, met je controller. Gewoon, doe maar gewoon dingen. Oh, die deur gaat open. Ja! Lieve, wat cool. Omdat je weggaat. Wat kut. Oké, ja. Nou goed. Vet hoor. Real game. Ja, er is ook nog... Er zijn 0 games, omdat ik heb deze key al gekregen een week voordat hij uit is. Dus dat is wel cool. Dit is prima. Friends only. Ik doe wel invites only. And then I'm going to invite you guys. Die. En. Die. Oké. Heb jij een eng plaatje, Barend? Wat is dit nou weer voor raars? Eng plaatje? Ik heb deze ooit een keer gespeeld met punten of zo. Vond wel vet. Ik dacht, ja, is goed. Heel raar. Heel raar. Brandweerman Sam, daar lijkt het wel een beetje op. Yo, wat is op, Mandy? Goedenavond. Stream je nog op Twitch? Nou, dan moet je naar twitch.tv/milanknol, dan weet je het. Lijkt een beetje op Game Beast. Ja, dat is letterlijk wat ik net zei. Goed. Wat wou ik nog meer zeggen? Oh ja, Sonja de Jonge, dankjewel voor het parkeren. Dankjewel voor het lid worden, Sonja. We play? We play. Yes. Dankjewel. Oké. Inderdaad, dit is gewoon letterlijk Gang Beasts. Hoe het ook beweegt, inderdaad. Kijk, is dit ook... Ja, mijn rechterhand is dit, ja, mijn linkerhand is dat. Pakken, zo, ja. Ja, hij staat wel heel... Oh, ik moet wel met controller spelen, zie ik. Ja, tuurlijk, ja. Of nee, met muis en toetsenbord bedoel ik. Waarom? Mijn controller doet niks. Dan moet je even opnieuw erin en eruit. If you try turning it on and off again. Nee, ik speel met controllers. Of met... nee, komt goed. Ik hoor een muis. Oh nee, kat. Hé man, kunnen we die kat pakken? Oh. Ik heb hem. Of niet? Oh nee. Zo, die rechterstick, die beweegt me toch een partijtje? Je kan het volgens mij niet aanpassen. Nee. Zo, die is echt heel gevoelig. Oké, wat moeten we doen? Dit is de training center. Warning, emergency. Press... Hé, laat die kat eens los, man! Helemaal! Oh, hij huilt helemaal. Wat? Oh, hey. Inderdaad. Gooi hem uit het raam. Hier. Ja, gooi hem uit het raam. Snel, gooi hem uit het raam. Nee, niet doen. Wat? Wegwezen jij, gast. Ik vang hem wel op. Oh, daar gaat hij. Oh, ik heb jou. Oh. Wat? Oké, goed. Maar er is een emergency. Ik weet niet wat de emergency is. Auw, mijn handen. Wat nu? Ik denk dat we op deze knop moeten klikken hier. Oh, er zit hier trouwens een beestje in. Ja. Oh, ik probeer de hele hok weg te trekken. Blijf maar zo staan. Ja. Oh, wacht. Ja. Goed idee. Als jij het hok trekt, trek ik een ja. Ja, goed idee. Barend, kom helpen. Oké, kom eraan. Wacht, dit kan handiger. Trek dat honk van zijn plek! Kom op! Trek dat honk van zijn plek! Nee. Jammer. Wel mooie kleur zijn we allemaal. Hey. Kan je weer GTA doen, bro? Wat vraag jij? Ik heb nog nooit GTA gedaan. Oh, kijk nou, daar gaan we. Oh, first call. Laten we daarmee beginnen. Het lijkt wel een kinderspel, maar wil grappig spel. Naar de garage lopen. Leonie met de donatie. Het lijkt wel een kinderspel, maar wil grappig spel. Wel grappig spel, denk ik dat je bedoelde. Leonie, dankjewel voor de €2. Het lijkt inderdaad kinderspel, maar heel eerlijk... Fortnite ook. Oh, wat gebeurt daar? Ik zie... Barend die gaat denk ik even de Kobe doen. Kobe! Shit. Oh, wat was het? Ja, dat was het. Ja, ik zag hier wardrobe staan. Oh, daar wil ik ook wel even heen. Hoe deed je dat? Ik klikte erop. Oh, ja, je hebt gelijk. Oh, top. Oh. Nou, je weet wel wat ik ga doen natuurlijk. Dit is cool, zeg. Oké, ik wil deze. Dus ik ben een echte brandweer nu. Ja, ik ben een echte brandweer. Ik ook, man. Nee, jij bent een kok. Oh. Jasper? Yeah. Oewoe. Oké, bro. Ik blijf met mijn roet. Goed. Dit is denk ik ons kantoor. Waar wij dagelijks natuurlijk aan het werk zijn. Ja. Goed. Hey, eten. Lunch. Ik dacht dat dit de garage was, to be honest. Om eerlijk te zijn. Is het een garage? Nou, daar moeten we heen. Zo, die boterham die zit met een partijtje vast. Ik kan gewoon die boterham niet van die tafel krijgen. Kom! Olé, knoller, gebogen biceps. Yo, Theo! Dankjewel voor de superchat. Wil je hebt een gave tuin? Dankjewel, Theo. Ben je tuinman? Thanks, man. Lekker bezig, Pik. Je kan, je kan dus klimmen. Wat is dit? Ja, hoe? Ja, moet je zeg maar beide handen moet je... Oh, maar ook... Oh, my god. Oh! Hey, er zit ook een hendel in. Echt? Oh ja! Wacht even, tot Milan erin is. Ik wil erbij. Ik kan er niet tussen. Ik kan... Kom op! Wacht, misschien moet ik even zo een beetje zo eruit. Wacht. Ben je er nu in? Ik ga het proberen. Oh, shit. Doet het ook? Wacht, zo. Ja, en dan gewoon naar voren. Ja, maar dan... Ik kan niet verder dan dit. Zie? Ik kan niet verder dan dat. Of moet ik ook springen? Ja. Oh. Als je een spatie doet, dan... Ja. Oké. Oh, jongens. Oh, jongens. Nou. Hoe was jouw werkdag? De hendel. Oh, ik heb hem aangeraakt, toch? Of niet? Welke hendel? Oh, die. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er? Er ging een kluis open daar! Waar? Daar! Wacht! Doe nog eens! Wacht! Ik zag het! Wacht! Doe nog eens die hendel! Dit ging open. Oké. Dit is een deur. Ik ga het doen, wacht. Maar ik heb een vis vast nu? Nee, je hebt mij vast! Oh, oké. Wacht, ik ga er wel even uit. Ja, dat is ook een vis. En nu? Nee. Hij ging net open. Ja, leuk. Wow! Ja! Hé! Oh, hij gaat maar heel even open, ja. Oké. Doe het snel. Ja, snel, zei hij. Ja, ja. Oh! Hey. Ja. Ja, ja, ja. Ja, de kluis. Oh, kijk nou. Oh. We hebben meteen een secret. Oh! Zo, we zijn rijk, boys. Let's go! Oh. Oei, joh. 12.000... Oh nee, 12 miljoen is het. Wow. Wat een goeie, Jasper. Goed gevonden. Kijk, we zijn rijk. Ja, ik kan niet zien, want ik kom niet uit de vissenkom. Maar... Ik neem het geld mee. Ik neem het mee, het geld. Oh. Kijk! Oh. We zijn rijk! Oh, we hebben dough! Ja, gooi het bij de vissen. We hebben hun te danken. Oh, wat doe ik nou? Oh. Zo. Oh. Hoppa! Kijk dan. De rijkste vissen ooit. Oké, cool. Ja, vet man. Ik kreeg meteen een achievement ook. Wat moeten we nou precies doen? Dames en heren. Als je nog niet bent geabonneerd en nog geen paybord naast je naam hebt staan, ja. Dat kan ook hier. Oh, oh. Huh? Oh, dit moesten we doen. Oh. Ik... Oh. Ja, we moeten beginnen, we moeten beginnen. We hebben een eigen auto allemaal, wat cool dit. Oké, oké. Nou, let's go dan. Hou ook allemaal een eigen auto? Ja, tuurlijk. We kunnen gewoon allemaal een eigen waggie pakken. Oh, moet iemand in die brandweer pakken? Want we moeten zeg maar ook blussen. Zal ik die brandweer pakken dan? Ja, doe maar. Zo. Oh, die spuit staat aan. Oké. Hoe rijd ik met dit ding? Ja, hoe gaat dit vooruit? Oh, het RT gewoon. Yo! Let's go! Let's go! Let's go, boys! Oh, yeah. Gang Beasts van Wish, zegt die man. Ik lig in klem, help mij. Ik weet niet wat het is. Huh? Nou, ik kan niks. Ik kan helemaal niks hier. Trek me eruit. Help! Oh, mijn armpje! Mijn armpje! Oh, help me! Ik probeer hem te pakken. Help. Hoe krijg je dit weer voor elkaar? Zeg eens hoe dan haal ik je eruit. Oh. Ja, trek ja. Ik heb je, Trek aan mij, Barend, trek aan mij. Wat is dit? Ja, bijna, ja. Red me. Hallo. Red me. Oh. Kom op. Ja. Wat een bevalling. Oh. Mijn benen. Kom op. Ik ga nooit meer kunnen lopen. Dat werkt niet. Oh. Bijna, bijna. Oh, je kunt jezelf optrekken nu. Nou. Auw. Mijn nek. Oh. Ja? Oh, als we wiggelen. Oké, wacht. We gaan eerst naar rechts. En nu gaan we helemaal naar links. en nu gaan we naar rechts. Naar rechts. Misschien kunnen we de auto wegrijden. Misschien is dat een beter idee. Oh ja, op zich. Oké. Oh, er zit al iemand in. Nee, meneer, rij alsjeblieft je auto vooruit. Alsjeblieft, meneer. Onze vriend zit eronder. Wat nu? Ja, wat nu, ja. Ja, als je op escape klikt, dan kan je op respawn klikken. Maar dat... Nee, dat is de slechte optie. Dat is inderdaad een saaie optie wel, maar... nou, doe dat maar dan. Want ik bedoel, ik weet niet hoe ik je anders eruit ga krijgen. Oké, top. Nou, mijn benen werken niet meer. Oké, boys. Help move the boxes to the right rooms. Dus we moeten een box pakken. En... Waar kom jij nou ineens vandaan vallen? De eentje zat op het dak. Oh. En dit is een bank, zie ik. Jij hebt eten. En wat heb jij? Een bank? Nee? Ik heb een bad. Een bad, nice. Dus dan moeten we nu naar de juiste kamer. Oké, met R1 loop je sneller. R1? Oh ja, dan kun je rennen. Oh ja, goeie. Naar de keuken. De bank is hier. Oh, hier moet ik omheen. Dit is best wel een open badkamer, dit. Zo, die moet daar. Ik dacht dat we brandweermannen waren, maar we moeten ineens helpen verhuizen. Ja. Oké. Hier, pak ik. Oh, ja, oké. Hier, nog even. Oh, ja, bedankt meneer. Hoi, bedankt. Oh, dat is een teamwork joh, meteen. Oh, er is ook een bad. Goed. Waar moet dit heen dan? Wat is... Oh, ik val om die doos heen. No. Dit is toch niet het bad? Waarom heb jij een bad in de... Is dit de keuken? Of de badkamer? Dat is de badkamer, ja. Oh. Ik heb de laatste twee. Zo. Oh, wat heb jij? Wat is dat? Wat is de bank? En een bad. Die moet hier. Oké. En die moet daar. Nee, je hebt hem niet erop. Bijna. Ja. 6, 7, 6, 7, 6, 7. Ja, nu is je complete. Nice. We hebben een huis. Oké, dan moet ik H drukken op mijn toetsenbord. Dat is een rare. Oh, oké. Oké, we gaan weer terug. Dit was onze eerste missie. Yay! Geslaagd. Next. Firefighting. Kijk, daar gaan we. Naar de garage toe, boys. Oh, wat zit je? Wat je weer met die kabel? Zo! Hij gooit je er gewoon in. Oh, wat. Emily Stevens, wat kijk ik eigenlijk? Bro, Emily, ik heb geen idee. Sorry. Dit is geweldig, ik weet het ook niet. Thanks voor het lid worden. 2 maanden, dankjewel. En Theo van Nuchteren, dankjewel voor de €2. Die zegt, nee, ik ben geen tuinman, maar ben een man met snor. Theo met snor. Lekker man. Thanks voor je dono, Theo. Ik waardeer het, bro. Oké. Wat heb jij nou weer, Barend? Wat is dit nou weer? Voor om het vuur uit te blazen. Ja, slim. Auw. Oh, sorry. Zo! Help! Oh nee! Help! Oh nee! Oh nee! Oké. Zo. Kom maar. Ja? Ja, we gaan. Dit is gelukt? Ik hou me vast. Rij maar. Oké. Ik ben weer waar ik hoor, onder de auto. Ja, ga maar verder. Ja, oké, ik moest even steken hoor. Auw. Gelukkig heb je geen kras op je auto dan zo. Hé, we hebben de auto. Ja, die moeten we denk ik in. Nu. Wie rijdt? Jij. Weet je het zeker? Oké. Wacht, maar mogen we er wel... Oké, wacht. Ik stap van de andere kant in, zo. Waarom kan ik er niet in? Je moet gewoon heel vaak op X drukken. Ik ben er vanzelf. X? Dat is A bij mij. Ja. Oh, zo. Ja. Oké. Ja, ik zit erop. Kijk, daarom zei ik, hou je vast. Nou, ga prima. Oké, ik weet niet precies waar we heen moeten hoor. Maar... zo! Ik ga die grote rode pijl. Oh ja. Ik rij nog. Wacht even, dankjewel Katleen voor de 2 maanden. Ah, kapot lachen met jullie. Hou je mond, Katleen, ik lach jou ook niet uit. Oh, het staat daar helemaal in de fik. Het staat hier heel goed in de fik, jongens. Hier is het. Oh. Dat lijkt mij. Jeetje. Oh shit. Okay, iemand op de blus. Ja, ik ga goed staan. Iemand pakt de blusser. Ja, ik probeer even op te klimmen. Waarom pak die ventilatie? Ja, ik ga die ventilatie pakken. Hoe hou ik dat stuur los? Oh, ik ben aan het spuiten! Ik spuit zelf! Oh, jij spuit. Ik spuit! Oh, jij spuit zelf. Oké, wat doe ik hier dan? Oh, shit. Ik weet dat ik firehot ben, maar hey. Dat ding doet echt in de rol. En brandblussen. Oh! Oké, dit is een hele sterke spaat. Oh, ik weet waarom dit in de fik staat. Oh, achter het gebouw staat: I hate pizza's. I love burgers. Oh. Iemand heeft het gewoon in de fik gezet. Ik kan niet meer spuiten. Mijn water is op. Oh, er is wel... Oh, dan moeten we de slang aan dat ding leggen. Hier. Kijk, hier is zo'n ding. Ja, maar waar is de slang? Ik denk achter. Hoe ga ik van dat ding af ook? Oh, zo. Waar is de spuit? Oh, hier is een knop. Een knop? Ja, kijk. Wacht heel even hoor. Jongens! Ja? Er stond iemand binnen nog. Oh, je hebt iemand gered. Ik heb iemand gered, kijk. Wat goed, wat goed. Welkom meneer, alles komt goed, alles komt goed. We beloven het, alles komt goed. Blijft u vooral hier staan. Ik denk niet dat dat een knop is, man. Nee, ik denk het ook niet. Maar er moet toch ergens een spuit aan vastzitten? Ja. Ik zie wel dat hier nog een spuit ligt. Oh ja. Wacht, ik geef je wel een voetje. Op de burgertent. Oh, misschien kan ik er via hierop komen, bij deze phones. Shit. Oh, shit. Oh, ik heb het gevonden. Je moet gewoon over... Oh, kijk. Ik heb het laten regenen per ongeluk. Oh, hè? Wat goed. Ik ben over zo'n ding heen gereden. Ik heb nu al... Kijk, ik kan wel spuiten. Oh, top. Oh, zo werkt dat. Hey. Ja, dit is nice. Auw. Oh, heel goed. Top. Oh, er is er daar achter je nog een. Ik ga wel naar binnen. Ik waai alles weg. Hij wil niet. Laat maar. Ja, goeie Jasper. Lekker bezig. Ja, er is er nog één. Ja, ik zie het. Ik ga daarheen. Oké. Geen paniek. Wij hebben dit. Hij spuit de verkeerde kant op bij mij. Oké, de onderverdieping is schoon. Even iemand redden hier. Deze meneer staat in de fik. Ja, ik heb hem. Alleen dit nog. Nog twee stukjes. Staat er. Eén. Ja, dat was hem. Nou moeten de mensen eruit. Ja, er zijn er al twee uit. Evacuate. Ja, maar misschien moet dat ergens heen. Oh ja, ze moeten naar een zone. Ja. Hoe kom je... Komt goed, meneer. Hoe kom ik uit de auto? Met rondje. Maar ja, je hebt het toetsenbord. Ja! Bij mij is het B. Alles goed, mevrouw. Kijk. Goed gedaan, joh. Dit was het, jongens. Dames en heren, we hebben het gewoon gered. GG in de chat, man. Skip. Skabadoe! Ja, dat was sowieso brandstichting, man. Oké, next one. Even die fucking kat af. Oké, dit schijnt een hele moeilijke te zijn. Het rioolsysteem zit vast. Ja. Dus wij moeten nu zorgen dat wij de pijpen... hoe zeg je dat? Uncloggen? Kloggen? Leegzuigen. Oké. Ja. Wat... Wat is dit voor catfight, joh? Ik laat wel. Oh. Laat mij los. Oh, die gooit de kat tegen de muur, blijft plakken. Oké, daar gaan we. Ploep. Oh, is ook. Wat zei je? Zullen we gewoon zonder auto? Waarom kan ik niet springen? Ja, volgens mij maakt dat ook helemaal niet uit. Nee, dat maakt volgens mij ook niet uit. Wat gebeurt als je... Oh? Wacht even. Dit ziet er vet uit. Wat is er? Nou, kijk. Je hebt een zipline. Oh, ik ga ziplinen. Ja. Maar dan ga je wel naar de exit. Nee, daar spring ik er op tijd af. Wat cool. Deze pakken. Ja, nice, ja. En dan zo eromheen, zo. En dan zo. En dan omheen. En dan zo. En dan... Oké, laat maar. Nee, ja, ik vind het wel cool. Je moet het wel even doen. Vind ik wel vet. Ja. Jij niet? Ja, ik ook, maar ik moet... Dat ding vastpakken is al een klus. Ja, ik heb hem. Oké. Dan gaan we weer. Oh. Bijna. Oh. Oké. Wat rijmt er op Albert Heijna? Bijna? Wat? Oh, ja, ik heb hem. Je hebt hem, nice. Oh. Daar ga je. Woehoe! Ja! Yeehaw! Wow, vet bro. Dat was ziek. High five. Yeah. Oké, jongens. Het systeem van het riool van de stad is vastgelopen, volgelopen. En wij moeten zorgen dat we alles leegzuigen. Ik weet niet hoe dat heet, bro. Ontsmetten. Ontstoppen. Ontstoppen, bro. Dat is zo'n makkelijk woord. Ja, ik was wel aan het twijfelen, hoor. Oké, dit is niet de goede weg. Oh. Eerst wat we doen is ook met z'n drieën dezelfde trap oplopen. Ja. Hoe krijgen we dit ding open dan? Nee, hij zit wel heel vast. Komen we er niet doorheen? Nee. Move along the tunnel A1. A1. Dat is A1. Maar hoe gaat die open? Zit daarboven geen knop? Daarboven. Met die trap. Ik weet niet, ik ben daar niet. Nee, maar je was daar net, toch? Oké, wacht. Ik kijk wel even. De muziek staat een beetje zacht, vind ik, van de game. Die mag wel iets harder. Wat jullie? Ja. Nog iets harder. Ja, zoiets. Yo, out of nowhere. Nee, wacht. Hé, mijn hand zit nu vast in die trapleuning. Domme. Zo. Ja, ik denk dat daar ergens een deur is om de knop en dan om hem open te doen. Denk je niet? Of kunnen we hem niet, als we met z'n drieën de deur omhoog trekken, dat we hem omhoog tillen? Nou, deze kan niet open. Is er ook geen trekdeur? Nee. Zo, dat ja, beneden getiefd. Alles naar beneden, hè, want dan... Ja, you never know. Help even een handje. Ja. Help. Ho. Ja. Ho. Help. Oh nee. Ja. Ja, maar waarom heb je deze doos hier ook zo ongemakkelijk neergelegd? Ik vang hem wel, gooi me naar beneden, doos. Ja, ja. Ja, komt-ie. Kom maar. Wonderen. Ja, ik heb hem. Nice. Nice. Ik weet niet wat we er nog aan hebben, maar dat zien we zo wel. Oké. Bam. Goed. Komen we daar doorheen? Er stond ook 4 sterren deze missie. Dus hij is best moeilijk. Zit hier ergens een knop of een sleutel? Nee. Je kan er niet tussendoor. Nee, hè? Of is er misschien een fout of zo? Nee, dat lijkt me niet. Nee. Wat is dit dan voor groens? Het is niet gelijk een fout als wij dom zijn. Oh, dat is exit. Nou, ja, nee, klopt. Maar ik wil niet dom zijn, dus misschien... Die pijl is zo overdreven hierheen. Ja. Hoe? Ik zit ook even te kijken. Wil je dat we daar doorheen gaan? Oh, dit beweegt gewoon, bro. Wat? Je kan hier gewoon... Het is een draaideur, geloof ik. Kijk. Echt? Trek er aan. Er zit gewoon beweging in. Wacht, even deze doos weghalen. Oh! Ja! Dat meen je niet. Ik weet niet hoe ik trek aan deze kant en hem daar open maak, maar... Omdat het een draaideur is, dus we duwen. Oh, je moet trekken naar... Zo, wat een gigantische deur dan ook. Boy, yo. Oké, we waren dus gewoon dom. Goed. Nee, chat, jullie hoeven het antwoord niet te zeggen, Hayat. Dankjewel, man. We hebben het. Komt goed. Hebben we hierin kunnen overleven? Ja. Oké, jongens. Ik ben voorbereid op alles. Wapen naar keuze. Tak. Stok, ja. Ja, wandelende tak. Oké. Oh, daarboven zit een muisje. Kijk nou. Sla met de tak. Waarom ben ik zo... Ik probeer. Zie je mijn outfit niet? Alle muisjes moeten neer. Ja, je hebt gelijk. Je bent een kat. Je kan hem proberen te pakken als je gewoon zo'n doos daar niet tegenaan zet. Nu wil ik hem... Toch? Het is zo moeilijk besturen, dit. Ja. Oh, ja. Ja. Kan je daarbij dan, denk je? Nee, dit gaat 3 jaar duren. Ja, dan moet je ook een doos hebben. Laat me, joh. Ja. Gelijk. Oh, dit moet weg. Hier zit een... Ja, hier zit een room. Deze doos... Geheime deur zit hier. Oké, Jasper. Ja, hoppa. Lekker. Is even weghalen. Open close. Wil jij hem open doen, Barend? Oh ja hoor. Dat handje. Ja, nice. Oeh. Goed. Hij is open. Wat nu? Oh, ja, het is een duwdeur. Oh nee, trekken. Dat is altijd als je bij zo'n deur tegenkomt waar je moet trekken en al een duw op staat. Oh, ja. Nice. Nou, dankjewel. Ja. Tunnelblok control. Wat staat daar boven? Lijn. Oh, daar moeten we heen. Emergency release. Oh. Hier zo staan dozen. Wat een toeval. Nou, we zullen toch niet met die dozen daarop moeten dan, hè? Moeten stapelen. Find a way to remove that bolt. Ah. Ja. Je kan alleen... niet echt beweging in als je de onderste pakt. Bij de misschien boven. Met z'n drieën wel. Oh, als we die middelste pakken, dan kan het. Ja, kijk. Oh. Ja, lukt wel. Ja, kijk, hoppakee. Ja. Van onderen. Het is met deze moet je samen doen, deze game. Kom op! Kom op! Trekken! Kom op! Kom op! Ja. Oh. Trekken! Kom los, kutdoos. Wacht. Ik heb een idee, Maar jij gaat daar duwen? Oh, je bent vast. Jij hebt mij vast. Ik heb jou wel, sorry. Jo. Ja. Goed idee. Top. Hoppakee. Oké, 1 doos hier. En dan, eentje daar bovenop en dan op die andere moeten we springen. Deze bovenop doen? Ja. Zo. Wacht, moet ik er dan eerst bovenop zodat ik me kan aanpakken? Ja, of Barend komt even naast mij en die helpt ook mee tillen omhoog. Dat kan ook. Zo, ik ben wel heel sterk, vind ik. Zo, dit is... Bro. Dus dit werkt, hè? Kun je hem pakken? Kom maar, jongens. Ja! Oh! Ja, maar wacht. Ja. Doe. Ja. Nee. Ik zie niks. Ja. Oh, shit. Ik zit vast. Oh. Wacht. Ik heb een idee. Ja? Oeh. Ja? Oeh, nee. Ja, bijna. Ik heb hem los. Ja, dat is hem. Oh, nee! Ik heb hem... Nee. Oh, shit. Ik wou erop springen. Help. Waarom staan jullie niks te doen? Wat weet je dat ik hier doe, bro? Okay. Ja! Oh mijn god, dit was genius. Oh, jullie zijn zo slim, hè. Oké, deze tegenaan schuiven. Oké, wie gaat erop? Oh, jij klom best wel ver net. Oh, pas nou op, jongens. Pas nou op, die andere. Bok. Oké, geef me even ruimte. Oké. Oh. Ja, oké, ruimte. Ja. Doe je... Hé, je hebt mijn hoofd vast. Oh. Kom op, Jasper. Ja. Sorry. Je gooit een krat in zijn handen ook. Ja, mooi. 9 punten. Woehoe. Oh. Volgens mij doe ik de moonwalk. Oh ja. Ik ben aan het dansen nu. Ik heb geknupt. Nice. Ik hoor het. Ik hoor water gaan. Ja. Oh. Hier buiten gebeurt iets. Oh, het water. Pas op, Jasper, zo. Volgens mij moesten we dat spul daar weghalen, want dat is natuurlijk... Ja, kijk, dit. Het zit in de weg. Goed. Dit hebben we goed gedaan. Ja, is het goed? Ja. Oké. Restore pressure. Central drain pipe. Oh jee, wat nu weer? Oink. Oké, ja, dat moeten we eerst openmaken, denk ik. Oh, daar ben ik. Oh, sorry. Jij wil serieus bij die trap omhoog? Ja. Dat gaat toch niet, gast? Ik zie hier wel een, pijp die we volgens mij moeten fixen. Denk ik ook, kijk, man. Hier mist een stukje. En dan moeten we één van deze drie gebruiken. Ik zie nog een pijp die gefixt moet worden aan de andere kant. Oké, ja, die moet daar inderdaad. En dan hebben we nog een stukje. Ja, ik heb hier nog een stukje, maar die, ik denk dat die niet past daar. Oh, die moet daar boven. Nice, die zit erin. Nee. Zit er ook in? Ja, ik kan niet naar boven kijken, want dan zie ik alleen maar groen. Ja, same. Wacht, hier... daar is hij, boven, ja. Ja. Boven staat hij. Ga jij klimmen, Milan? Hoe ga ik dat doen? Ja. Ja, ik denk dat deze ladder er toch is voor een reden. Ja, maar als ik omhoog kijk, kan ik niet zien hoe hoog die ladder is. Misschien moeten we die doos even gebruiken. Zullen we die doos anders even pakken? En wat is dit dan? Oh, dit kunnen we ook eventueel gebruiken nog. Ik weet niet waarom dit zo raar doet, maar... Hoe de fuck komen we? Komen we daar nou weer? Oh, maar we moeten hier gewoon aansluiten, joh. Dit is het. Dit stukje alleen. Toch? Ja, kijk, maar dat staat daarboven, die paal. Kijk eens naar rechts, daarboven. Zie je dat? Die moet daar. Nee, die hoeft niks. Ik denk dat we alleen dit stukje hoeven doen. Ja, maar die staat daarboven, bedoel ik. Boven die trap. Oh, dat is dat stukje wat daar past. Ja. Oh ja, ik snap hem. Joh. Oh mijn god. Dat probeer ik echt al 3 keer uit te leggen. Laten we 1 doos dan pakken misschien bij die trap. Ik denk wel dat dat de move is, man, die trap. Ja. Zit er aan. Yep. Zo. Maar er zijn heel veel dozen, hè? Ja, dus ik denk dat we de rest ook moeten gebruiken. Dat is ook wel een goede move van je, Barend. Ja. Maar we moeten echt hoog stapelen, hoor. Jeetje. Pittig. Oké. Oh, misschien kunnen we die rode wel gebruiken om... zeg maar dat we dan schuin ergens erbovenop kunnen gaan staan. Aan de kant. Oké. Deze daarop, hè? Ja, die daarop. Ja. Maar dan moet ik alleen wel even iemand erbij hebben, want ik krijg... Oh, wacht eens even. Nee, nee, nee. Laat die staan, Jasper. Laat die staan, laat die staan. Het is er. Wacht even. Oh, ik zie wat jij ziet. Oh. Ja, ik zie het ook. Je gaat daar erop en dan ga je over die lange paap lopen. Ja! Over de paap en dan is die dump. En dan ga je... Maar dan heb jij nog... Je hebt wel een doos nodig nog, zie ik. Anders kom je daar niet op. Dus je moet even 1 doos meenemen. Ik weet niet of hij een doos nodig heeft. Ja, nee, volgens mij... Volgens mij niet. Ik denk het wel, man. Maar je kan het proberen. Oh, ik doe voorzichtig, hoor. Ja, je doet een beetje te voorzichtig. Ja, weet ik. Maar... Zo. Oh, je gaat via die kant. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Zo. Oh. Ja, die moet dan weg. Weg. Nice. Ja hoor, deze... bro, dat is hem, man. Dat is hem. Lekker, man. Oh, maar... Oh... Wat is er? Maar ik heb nog een hoekje heb ik nodig hier, zie ik. Oh, die ligt hier. Dat ligt hier. Ja. Oké. En kijk, ik heb hier nog een rechte. Dus dan moeten we toch ook nog ergens een rechte doen, denk ik. Zullen we eerst deze even doen? Ja. Jasper, moet ik wel denken, heb ik je wel nodig, denk ik. Ik hou hem nu tegen met mijn hoofd. Oké, er moet dus... Wacht. Zal ik hem proberen erop te... Als jij... oh nee, wacht. Ja, de doos moet hier denk ik nog op eerst. Als jij hem nu optilt, omhoog... Komen we er niet. Want wij hebben nog een doos nodig. Ik til jou. Wacht, ik til jou. Blijf tillen. Kut. Nee, je hebt gelijk. We hebben nog een doos nodig. Een kleintje? Nee, gewoon groot. Ja, die krijg ik toch niet op. Jawel. Krijg ik deze erop? Ja, wacht. Dan moet ik even trekken. Kom maar. Die waar je op staat? Of deze? Oh, deze. Die. Heb je hem? Oh. Wacht. Ja, je hebt hem. Nice. Ik hou hem tegen. Oh, dit is toch los? Ja, ik hou hem tegen mijn hoofd. Ah! Oh. Mijn nek. Okay, ga ik er nu op staan? Ja, dat is top. Ik hou hem tegen met mijn nek. Hij moet wel een beetje meer hierheen. Ik doe ook met mijn hoofd. Ik hou hem vast, ik heb hem vast. Is die buis aan de kant? Oké, buis. Dit is hem, denk ik. Ja, dit is echt stabiel. Oh, wat een move! Oh mijn god. Oké. Wacht, oké. Die buis, moet ik die geven aan je? Ja, als je wil. Of wil jij dit doen? Nee, dat is goed. Hier komt die. Heb je hem? No! Oh, nee! Oh. Kut. Nou, oké, dan rollen omgedraaid. Nu sta jij daar. Ja, ik hou de buis vast. Ja, die buis moet echt op die buis... Of de doos moet echt op de buis staan. Ja. Maar dus, ik kan die buis wel... Misschien moeten we nog even een doos ernaast. Pak deze doos aan. Oh nee, dat hoeft trouwens niet. Ik kan hem gewoon hier neerleggen. Ik ga hem aanpakken. Ja? Ja. Ik hou hem tegen als die gaat rollen. Ja. Oh shit. Oh shit. 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 Ik kan hem loslaten. Oh. Huh. Oh. Nee! Oh nee. Oké, ik pak hem. Oh, oh. Oeh! Wat gebeurt hier allemaal? Ja. Oh, nee. Kom, net pakken nu. Kunnen we niet beter dan met z'n tweeën hier staan? In plaats van met twee onder. Kom. Oh, die buis moet echt even... Nee, maar die moet juist daar staan, want dat is makkelijk. Want dan kun je meteen meenemen. Meenemen. Auw. Buis op mijn hoofd. Ja, ik ben niet van... Deze buis moet even hier liggen. Wat een chaos dit. Buis. Oké. Top. Oké. Waarom is Jasper zo slim? Vraagt iemand. Ik weet het ook niet, Sjoerd. Heb ik hem? Nee. Ik weet ook niet welke stream hij kijkt, maar niet deze, denk ik. Ja? Dan omhoog? Ja, je... Niet leiding geven, maar helpen. Ja, ik heb hem 6 gegeven. Ja, hij moet echt daar zo in de hoek. Ja. Oh, oeh. Oh, je laat het zo staan, laat het zo staan. Ja. Oké, nu ga ik hierop. Nee, ja. Vet. Ja, en dan kun je mij die buis aangeven. Bro, dit is hem. Maar dan moet je wel die buis even op de zijkant hebben. Wacht. Ik ga hier bovenop staan. Ik pak dan die buis van Jasper. En dan geef ik hem door aan jou, Milan. Ja. Oh, dan moet ik even... Moet die buis echt recht? Als in... Hallo? Nou, je moet ongeveer een goede vorm hebben op de andere buis. Oké. Ja, ik heb hem. Oh, deze game kun je gewoon niet alleen doen. Even. Oh, tik niet mijn boxen onder me vandaan. Ik heb hem echt... Jasper, kan je hem nog 1 keer pakken? Je hebt ook de muur vast nu. Oké. Ja, nu heb ik hem goed. Kijk! Oké, ik moet hem van onder pakken. Ja, dus je moet hem eerst even omhoog zien te doen. Ja, dus hij moet iets meer hoger moet hij. Wacht, kom helpen. Oh. Zeg maar wanneer ik hem los kan laten. Ja, ik kan hem sowieso loslaten, denk ik. Maar dan moet gewoon... Ja, nu van onder pakken. Ja, en dan omhoog. Ja, juist. Oh shit, bijna. Ja, ik heb hem. Los, laat me los. Oké. Voorzichtig. Ik kom er niet bij. Nee, of moet ik springen? Doos moet namelijk hier staan. Nee. Shit. Wat nu? Ik hou de doos tegen. Die doos moet naar Barend. Ik hou de doos tegen. Oké, ik heb de buis. Ik heb de doos ook, van deze kant. Ja, ik heb hem ook van deze kant. Wacht even, deze moet heel even zo hier tussendoor gevrinkt worden. Ja? Okay. Oh, wat doe je met die doos? Ja, ik probeer hem hier naartoe te halen. Oké, ja. Mooi. Maar daar kan je hem niet tussen zetten. Jawel. Gewoon duwen. Kijk! Hier is het. Ja! Ja, wacht! Ja, ik ga nergens heen. Ja. Oh, nee, via die kant! Nee, jij moet niet helemaal vallen! Ik doe niks! Ik heb hem weer, Okay. Ik trek. Jij moet duwen. Daar ga ik. Ja, hij staat nu goed hoor, Nee, hij staat niet goed, Waarom pakken we niet gewoon een kleine dan? Waarom pakken we niet gewoon een kleine doos? Want dat is te kort. Nee, kleine doos kan je ook niet op staan. Die gaan dan ver weg. Ja, ik heb het. Oh, die heb het niet. Dan pakken we die deze ton. Ja, tonnen die... Yes, dat ligt er meteen al op. Hé, maar wat nou als ik hem gewoon zo vasthoud? Probeer er nu eens op te gaan, Jasper. Oké, dan geef ik jou dat ding aan. Ik zie echt niks. Wacht even, mijn rechterarm. Oh. Oh. Oh, oh dit is... Oh. Oké. Nu moet Milan daar aangeven. Ja, ik wilde wel op, maar ik ben bang dat ik... Oh, ga via de leiding. Het gaat. Oh. Mijn armen zitten achter mijn lichaam. Wacht even. Vaak er last van. Oh. Huh. Ja. Rustig omhoog. Shit. Oh. Shit. Shit. Oh. Nee. Hey, hoezo doet hij dit nou? Nee. Nee, laat los, Jasper. Laat los. Oeh. Ik weet niet hoe ik hem naar boven krijg dan. Ik weet niet hoe ik dat doe. Gewoon zo. Ja, hier gewoon vloep. Wacht, let op. Ja, ik heb hem, denk ik. Ja. Yo, kijk hoe perfect ik die doos heb. Oké, kijk nou, ik heb hem perfect vast. Beter dan dit ga ik hem niet krijgen. Opklimmen. Barend houdt doos vast. Ja, ik heb hem nu zo vast. Ik blijf ook gewoon bewegen. Het zou toch niet dat het zo moet? Jawel. Ik zie ook niks omdat Milan er staat. Nee. Ik kijk letterlijk first person nu. Wacht. Ik moet heel even... Dan kan ik die doos niet vast. Ja, ja. Oeh. Oké. Buis. Ja. Hier heb je hem. Zeg maar als je hem hebt. Ik denk dat ik hem heb. Ja. Ja, we hebben hem. Let's go. Yes. Oh mijn god, einde. Woe! Woe! Oké, ja nu, man. Nu komt nummer 2. Ja, let's go. Want dat bochtje moet dus helemaal naar boven komen. Mm. Ja. We moeten gewoon om de beurt klimmen en overgeven. Godverdomme. Ja. Oké. Jij kon er makkelijk op, hè? Oh, wacht, ik geef hem wel aan dan. Okay. Oh. Hier. Zeg maar als je hem hebt. Ik kijk first person, wacht even. Ja, je hebt hem. Ja. Oké, dan moet jij dan nu eigenlijk weer daarbovenop. Ja. Wie? Ja, als jij die doos tegenhoudt, Jasper. Ja, nice. Oh, shit. Niet eraan trekken! Ja. Oh, jongens! Ik hou hem nog tegen, Je kan hem pakken, Ja. Oh, kutzooi. Ja, wat doen we nou moeilijk? Want die doos, die trekken we er toch zo weer op? Ja, die hebben we helemaal niet nodig ook trouwens. Nee, dat klopt. Je kan hier gewoon opspringen. Nee, je kan daar niet opspringen. Nee, hier kan je niet op. Nee, dan heb je wel die doos nodig. Kut. Oké. Wacht, laat me even beneden. Ja. Nu heb je hem. Oh. Ja, dat kan niet als je er zelf achter staat. Dus dat is... Ik kan hem niet hoger krijgen dan dit nu. Even onder moet ik hem pakken. En dan kan ik hem optillen. Kijk. Heb je hem? Ja. Ja. Oké, Jasper. Vast. Ja, ik heb hem. Even in positie komen. Ik wiggle. Blijf even staan, Oh, kan je 1 seconde staan? Nee! Oh. Echt. Ik ben echt gefrustreerd. Fucking down is ook dat we zijn. Fuck man. Oké, nog een keer. Ik kan echt uit mijn slop gaan schieten zo. Oh, oké. Wacht. Moeten we 1 of 2 man op de buis? We hebben nog alleen maar die ene hoekje nodig. Dat is niet wat ik vraag. Heb je hem? Nou, we moeten denk ik gewoon om de beurt. Want er moet zeg maar eentje erboven staan. En dan moet eentje daarboven staan. Om die doos erop te krijgen. Want dat is nu het probleem. Oh. Oh. Ja, bijna. Waarom zetten we niet gewoon een doos eronder? We hebben hem. Oh, goeie. Nee, we hebben hem niet. Je bent slim. Oké, laten we een nieuwe doos pakken inderdaad. En dan zetten we hier gewoon een doos op. Ja. Wil je dat ik nog iets doe hier? Nou ja, op zich moet dit... hangt nu. Als ik het nu loslaat, dan... klaar. Nee, nee, niet loslaten. Milan, gaan we aan de kant? Ja. Wow, dit is zo slim. Ja. Okay, dit is hem. Een vorm van stabiliteit. Oké, een beetje zeg maar wat ik niet heb. Oké, en dan pak ik die buis. Hij moet dichterbij weer, bro. Hij moet er weer tegenaan. Nou, dat is nu wel makkelijker te realiseren, hoor. Oh. Ja, dan zal ik de onderkant schuiven als je de bovenkant schuift. Ja? Ja, ik moet heel even ademen. Nee, ik word echt... ja, come on. Oh, ik moet trekken, denk ik. Dat is makkelijker. Ja. Ik heb hem nu helemaal in de hoek. Het werkt ook echt net niet lekker, hè? Ja, je hebt hem bijna, Ho. Ja. Ja, je hebt hem. Nou, als dit is nu... prima. Ja, maar dan, nee, stop. Want dan kan iemand tegenhouden. Niet doen. Hij gaat weer kantelen. Oh, wat zei ik nou? Hij gaat kantelen. Dit was de bedoeling. Oké. Want hij gaat kantelen anders. Dus er moet iemand naast staan. Oké, Jasper. Ja. Kun jij hier die buis alvast bij houden? Dus dan ga ik erop. Hou ik hem vast? Oké, dan ga ik... Maar dan moet ik... Ja, ga hem op. Nee, wacht. Ik moet dan eerst de buis van Jasper hebben. Want die kan ik dan moet Jasper er... Nee, want jij moet vasthouden. Oh. Als Jasper hem nu aan mij geeft, dan klimt Jasper erop. Ik viel er ineens af! Uit het niets! Ik zweer het je, bab, alle ballen die ik heb. Ik heb er 2 in mijn zak. Maar goed, ik zweer het je. Ik ging ineens naar achter. Ik deed het niet eens zelf. Oké, Jasper, kom aan de andere kant even helpen tillen. Andere kant. Dat is... Oké, dat mag ook. Ja. Lekker man. Hier, easy bro. Teamwork is dreamwork. Vloep. Hoppakee, ding erop gejot. Bijna. Oh, kom paas. Kom maar. Kom. Hatsa. Hop. Ik heb hem. Ja, oké. Wie gaat erop? Klim. Jot. Yo, nice. Oh. Lijkt wel Mario en Luigi met die buis. Ja, inderdaad. 2 ballen in de liefde of in het echt? Hé? Wat zeg jij nou? Wie houdt die doos vast? Milan! Ik moet de doos vasthouden. Kom eraan. En niet, je moet gewoon blijven staan, denk ik. Je moet niet vasthouden, want dan gaat hij weer in bewegingmodus. Ik zit er tegenaan. Oh, die andere doos gaat nu ook weg. Oh, die andere doos is weg. Oh, daar gaat die doos. Daar gaat die. Laat hem los, Milan! Ik laat hem wel los. Ja, maar hij ging bewegen. Oh, Jasper! Ja, ik hou hem tegen met mijn leven hier. Ik heb ze nu allebei. Oh, Jasper, je ligt op mijn nek. Auw, mijn nek. Jasper, je ligt op mijn nek. Dat ligt wel lekker, dit. Jasper, mijn nek. Kom op, Jasper, ik ben 30 plus. Mijn nek. Ik word hier echt... Oké, duwen. Dat ding trekken. Oké, zo moeilijk was het niet. Ik ben er. Geef maar die buis. Oh, nee, dat kan helemaal niet trouwens. Jij wil de buis. Hier heb je de buis. Ja, ik weet niet waarom we de buis willen hebben als we nog geen fundering hebben. Oké, kunnen jullie die doos misschien onder mij zetten? Duwen bedoel je? Ja. Andere tactiek. Schud met mijn billen, man. Ik ben een Turker. Dan moeten we in deze duwen. Om stabiliteit. Ja, anders gaat hij ook daarna. Ja. Ja. Toch gebeurt. Oh. Nee, maar we moeten deze even goed in de hoek zetten. Dat is goed voor mijn triceps dit, man. Geef mij doos. Welke, deze? Schud hem met die billen van links naar rechts. Heb je? Nee. God. Moet ik... Wacht, ik kan wel even... Ja, er moet 2 man even een doos hierheen jieten. Klopt. Ik heb los. Ja. Ik duw hem naar boven. What the fuck gebeurt hier? Waar ben ik? Ik zit vast in een doos. Wacht. Ik zit... Oh, wacht, er is nu... Dat... Oh, nee, 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 rustig, rustig. Ik heb hem, ik heb hem. Oh, dit werkt. Ik heb... Ja. Wat werkt? Nee, wat je nu doet. Ja, ik moet er wel eigenlijk op. Ik heb de doos... Ja, die andere doos, die staat er nu onder. Joystick naar voren? Ja. Shit. Ik zit vast. Oh, daarom zit ik vast. Oké, ik laat los. Ah! Nee. Ga eens weg daar met je lichaam. Ja, ik ga al. Oh. Kijk. Kijk. Oh. Het doet ook gewoon echt niet wat je wil, hè? Nee, het is echt kut. Zo. Ja, maar hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Yo, chat, wat moeten we doen? Daarboven moet zo'n ding... Oh, nog ja, in. Ja, goed geplaatst. Buis. Goed geplaatst. Is ik ga erop. De enige weg? Oké, buis. Buis. Oh! Ik heb een idee, man. Laat los! Ik moet er gewoon nog eentje er tegenaan doen. Er gewoon meer stabiele dingen er tegenaan hebben, joh. We bouwen gewoon een heel park. Boys, nee, boys, ik sta. Hij staat. Buis, oh, nice, buis. Ja. Oké, eerst moet Jasper dan op die oranje staan. Ah, wat de... Oké, ja. Waarom moet ik? Oké, ik ga het doen wat jij zegt. Ja, hij moet even eerst eentje hoger. En Milan kan hem aan jou geven en jij kan hem aan mij geven. Nou, verdomme, dat ding is weer... Nee, maar je moet eigenlijk gelijk op de buis. Op de grijze buis. Ja, ja. Ik moet gewoon door. Gewoon de grijze buis aangeven. Ga erop. Ja, oké. Oké, wacht. Blijf staan, hè? Het is al een partijtje stabiel allemaal hier nu. Ja, dit is goed, dit is goed. Ja, precies. Oké, exacte mundo. Nu ga ik op die buis. Gaat Milan maar die buis weer aangeven. Appeteetje. Appeteetje. Ja. Heb je hem? Nee. Oh, wacht. Pakken. Ja? Doe ik iets? Wat doe ik nu? Hij moet omhoog. Ja, dat probeer ik. Even. Hij is zo gevoelig, hè, die controller. Echt insane. Ja, ik dacht, ik heb buis. Hem. Snel, pak hem, heb je hem? Ik hou die dood vast. Komt-ie! Pak hem! Pak hem dan! Nee, maar pak hem dan! Pak hem dan met je fucking handen, man! Wow, ik was daar! Oké, wacht, komt-ie, hè? Komt-ie. Hup. Wacht, ik ga wel weer op die buis. Of op die doos. Auw. Ja, doos even zo duwen. Ja, oh, stabiele doos nu. Oké, doos stabiel. Oh, ik zit met die buis op de kut. Hè. Oh, dit is goed. Hij is gebeurd. Ja. Of zo? Nee, hij is niet gebukt. Hij is niet gebukt. Oké, je moet op... Oh, maar je moet hem eerst oppakken van Milan. Oh. Ik heb hem... Ik probeer het. Hé, maar jongens. Ja. Als je naar die Central Drainpipe... Als je daar een item in gooit, dan vliegt dat omhoog. Oh my god. Als je... Wat misschien... Oh my god. Als ze daar dat ding, dan vang ik hem op. Oh my god. Oh my god. Werkt dat? Nee. En... Nou, daar gaat hij, Daar gaat hij, hoor. Pak hem! Oh, sorry. Je staat in de weg. Ik kan er niks aan doen. Ja. Hij moet er wel even staan, zie ik. Hij moet even gebounced worden. Ja, maar dan moet hij even stoppen met heen en weer gaan. Ik sta klaar, hè? Ik sta klaar. Oh, ja, dit is hem. Ik wil dit hem. Ja? Is. Ja? Oh. Nee. Oké, wacht. Nee, niet aanzitten. Nee, maar ik moet even, hij moet hem even opnieuw erin. Ja, hij is... Ja, nu. Wegwezen hier, wegwezen hier. Oh, shit. Oh, shit. Hoe leggen we dat fucking ding stil? Misschien met z'n tweeën. Ja, nu. Bam. 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 Oh. Gaat niet, denk ik. Ja. Was wel een slim idee, maar... Waarom zit er een poppetje boven op een buis? Waar? Boven. Oh ja, daar helemaal boven, ja. Misschien als ik hem vasthoud... komen we sneller boven. Nee, oké. Wil je mij eens loslaten? Dan ga ik proberen om hem in midden te leggen. Kijk, zo. Nou, nou. Nee, net dat randje. Ik denk wel dat dat de move is, man. Nu. Kijk. Zit hem? Oh. Oh. Oh, hij gaat weg. Oh, mijn glutje. Oh, mijn glutje. Ja, tweedehands kutje. Een klein tikje die kant op. En wat als we dit er dan in neerleggen? Wat gebeurt er als je dit erin doet? Oh. Ja? Ja? Oh, dat is hem. Ja, dat is hem. Ja? Ja? Fuck up! Nee! Dan pak je dat met je handen! Wow, ik heb mijn handen uitstaan! Zet ze dan aan! Oh my god. Ik heb handen uitstaan. Een on-off knop op je handen. No! Rustig, rustig. Oh nee, nee. Barend, nee. Nee, Barend, nee. Oh my god. Dat ding komt weer perfect voor je. Nee, Barend. Barend, hou vast. Barend, hou vast. Oh my god. Oh nee. Oh nee. Oh. Nou, we gaan even een andere missie doen. Nee, wij... Wat nee? Ja, laat me nu maar. Wat een ongelooflijk... Ik wil katten pakken. Kut missie, man. Katten. Ik weet niet dat er nog licht was buiten. Oké, find cats. We gaan katten vinden, ja? Yeah. You should go to training area. You have the door there. Ja, dat weten we al, gast. We already know, Gleb. Yes. We have found the secret... We gaan poesjes zoeken. Oké, de nieuwe missie. We moeten naar het huis. En daarna moeten we, denk ik, katten gaan zoeken, vinden. We hadden eigenlijk eventjes een auto mee moeten nemen, bedenk ik me nu. Nou, oh, dat kon? Zich, ja, dat werkt dus wel. Oh. Oh, maar daar staat er een. Oh. Waar? Ik kom je halen, ik kom je halen. Oh, vet. Oh, Jasper, kom, we gaan hier wachten op onze taxi. Oh, maar ik wil naar de dierenwinkel kijken. Oh, dat mag ook. Dan gaan we daar wel wachten. Ah. Kijk nou. Wat een cuties. Hey. Wil je eentje kopen? Taxi! Wil je eentje kopen? We kunnen misschien eentje meenemen. Nee, doe hem in de achterwagen. Achterbak. Nee, kan niet. Helaas. Nee? Oké. We komen eraan. Ja, rij maar. Let's go. 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 Ga me vast. Zo! Wow! Wat? In de boom! Gek! Oké. Hey. Oh, ik heb opeens ook... Ja? Kom. Oh. Hoezo, kom? Is dat het huis? Oh, dat is het huis. Oh, oké. Auw. Oh. Oké, dan zijn we er. Post. Ja, dit is het huis. Hallo, welkom. Wij komen u redden. Als het goed is. Gaan we iets redden hier? Ja, want wij moeten de katten redden, volgens mij. Volgens mij was dat onze missie. Bring back the cats. Ja, 5 katten moeten wij hier brengen. Dit is wel heel bizar, hoor, eigenlijk. 5 bijzondere katten. Vinden? Ja, die moeten we gaan zoeken nu, man. Hide and seek met katten. Ziek? Ik hoorde al miauw net. Dan ben jij, denk ik... Oh, ja, ik hoor hem ook. Links. Zit hij in de boom of zo? Ah. Ik zie er één binnen! Waar? Binnen? Ja, in het huis. Huh? Oh. Hoe hebben we die gemist? Waar is hij nu weer? Oh, hier. Kijk, kijk, kijk. Wat een gemeener ben jij. Help mij. Dit is gemene. Nou, neem maar mee naar boven. Ja, dat... Probeer ik. Help. Hoe kan je ooit die trap op met dat beest? Ik ga je meenemen. Ik help je, ik help je. Ja, dank je. Ja, ja, ja. Kom op. Niet zo gemeen doen. Ja, ja, ja. Oh, er is een wilde, er is een wilde. Ja hoor. En hij is dus hartstikke lief. Oh. Er staat ook eentje bij de auto. Huh? Heb ik die net aangereden? Nee. Oh ja, ik zie hem. Ah, kitty, kitty, kitty. Oh, kitty, kitty, kitty. Oh, oh, oh. Ik help je, ik help je, ik help je. Ik help je. Oh, oh. Wat gebeurt er? Oh. Milan, help me. Ja, 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 ik help je, Milan. Ik help je, ik help je. Richting de deur, richting het huis. Door de deur, door de deur. Kom op. Dit is een wilde, dit is een wilde. Oh. Ja, ja, ja. Trap op. Ja. Oh, dit gaat goed. Dit gaat goed. Ik heb gewoon jij, jou en die. Jij hebt die kat. Ik ben aan het sprinten ook. Kom op. Ja. Dit lukt, dit lukt. Ja? Leg hem op de juiste. Hier in de hoek. Hier zo. Ja. Ja. Oh, wat fijn dat hij dan ook... Dat ging goed. Ja, dat ging zonder kleerscheuren. Dat is een tijger, bro. Ja, inderdaad. Een tijgergast. Maar goed. Dat zijn andere katten dan. Oh. Oh. Jasper heeft hem gevonden, Barend. Heeft hij... Oh, in de boom? Ja. Je zit er te wijzen. Wat doe je? Mijn kat. Ja, we moeten hem... Ik heb een idee. Ja, pak de kliko. Ja, pak de kliko inderdaad. Oh, ik dacht, ik pak de auto. Oh, dat kan ook. Dat is ook slim. Misschien de kliko in de auto en dan? Oh ja. Oh, ik zie die andere kat. Hier. Ja, nee. 1 kat voor 1. 1 kat voor 1? Kan ik hier niet in? We kunnen toch die katten niet aan met z'n 1? Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Oh, en die andere kat zit hier ook. Oké, dan hebben we ze gevonden. Oh, ik zie hem, ja. Maar die auto werkt niet. Nee, is te laag. Nee, is te laag. Moet er nog iets erbij? Wacht, ja, misschien kan ik hier zo opstaan, maar dat lijkt me echt... Miauw, ik ben toch bezig, man. Misschien die kliko hier in doen en dan op die kliko kan jij. Ik zoek even naar een ladder, hoor. Oh, jongens! Wat is dat? Auto. Het gaat lukken. Dit lukt wel, Jasper. Ja. Ja, ja. Wat doe je? Oh, nee. Wat doe je? Je rijdt ineens. Oh, dat is hem. Ik heb een ladderwagen. Druk eens op die andere knop dat je het kan gebruiken. Net zoals met die spuit. En dat hij dan uitklapt. Nee, je moet hem gewoon pakken, denk ik. Echt? Denk het niet, man. Nee, zie je? Ik denk dat je die knop moet ingebruiken. Weet je wat knop dat is? Ja, kijk! Oh, kijk nou. Ja. Kijk nou. En dan ook omhoog, omhoog, omhoog. Oh. Omhoog. Misschien die knop en dan, omhoog doen met iets? Kan je hem nu niet omhoog doen? Nou, het is wel... Het lijkt me stug dat je een verticale ladder hebt. Dit is meestal op een horizontaal. Misschien, ja, maar misschien kan jij het even proberen, want ik weet niet. Ik deed net ook maar wat met dat spuiten. Oké. Kunnen we hem er niet gewoon afpakken? Oh, ik moet eerst dan even die auto inkomen. Oh, ik heb hem goed weggeparkeerd, hè? Ja, precies. Gewoon voor die paal. Ik doe het! Kijk, dit is het wel! Ja, nice. Oké. Oh ja, oh, wacht, 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 wacht. Hé, maar wacht eens. Spring. Ik ben zo zwaar. Oh. Mm. Nee, moet je hem echt met je klauwen omhoog doen. Handen. Nee, ik probeer. Ja, maar ik heb hem! Ik heb hem! Ja, nice! Ik heb hem! Nice. Ik heb hem! Oh. Hier, pak hem. Oké. Kijk, we staan hier. Snel, 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 snel. Speedrun! Oh, zo! Oké? Hoe doe je dit dan? Oh, dit lukt je alleen wel, hè? Succes. Nee, dat dit gaat lukt niet alleen. Ik kan letterlijk niet naar binnen. Oh, jawel. Op, zet hem op, zet hem op. Jawel. Oh, kut. Oh, stom beest. Oh, kom op. Kom op. Zet hem op, ja. Zet hem op. Kom op. Het is een tager. Ja. Het is een tager. Kom op. Ja, dit is goed. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Kom, Jas, kom, 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 kom. Ik heb nog nooit twee volwassen mannen zoveel moeite gehad zien hebben met de kat. Ja, je hebt hem. Oké, nog maar twee. Nice. Nou, die weten waar we zijn. Waar die zijn. Want eentje zit hier op het balkoen. En eentje zit daar op die auto. Ja, dit is één. Wacht, als jullie ze nou alle twee pakken, dan rij ik met de auto, rij ik jullie naar daar naartoe. Oh, dus dan moeten we ook de auto vasthouden. Ja. Dat gaat niet. Ik ben er al. Mijn kat die saltoot alle kanten op. Daar ga ik. Het gaat lukken, dit gaat lukken. Kom op, je ruikt je maten. Hoppa! Ik hoorde knal. Ah, dat ging best wel goed. Mijn kat is rustig, mijn kat is rustig. Ja, dan moet je me niet weer omver rijden. Dat was niet de bedoeling, Jasper. Oké. Ja, ik help je. Ik heb hem. Oh. Pieteren. Je moet gewoon rennen, dan zijn ze simpeler. Ja, dat is wel waar, ja. Als je rent, dan zijn ze chiller. Nice! Hey! Iets wat we wel kunnen. Tik hem aan. Lekker. GG in de chat, hoor. Nou, wat heb je nog meer? Oh. Turn power off. Oh, daar gaan we weer. Wacht even, ik moet nog één keer het even lezen. Er is een fout in het powerstation. En je moet de power uitzetten. En je moet één component vervangen. Oké, ik vind alles goed. Zodra er dozen zijn, dan niet. Maar de werkers die hebben zich binnen opgesloten per ongeluk. Awkwardly. Oh. En jij moet ze helpen om het stroom uit te doen, zodat ze eruit kunnen. Nou. Er zijn nu ook politieagenten. Okay. Even dress to the occasion dan, denk ik. Ja, kan dat? Fucking Jasper. Ja, bro. Nee, dat was geniaal. Wat zijn wij ook alweer, zei ik nou? Politieagenten? Politieagenten. Oké. Zo. Oh my god. Barend. Oh, Jasper. God, hetzelfde. Hoe kunnen jullie allebei precies hetzelfde aan hebben? Hoe is dat mogelijk? Ik ga stuk. 1 op 16 kans. Oh, wat goed. Oh, ongelooflijk. Ja, nu wil ik iets anders aan. Nee, hou dat maar gewoon lekker aan, gast. Boeien. Kutspel. Nou, daar gaan we weer. Ik denk niet dat je die auto meeneemt, bro. Denk ik niet. Ik kan het proberen, maar... Auw. Huh? Oh. Oh, nee. Oké. Open. Oh, hey! Er is een auto hier. Oké. Hoe komen we bij die knop? Deze knop is daarvoor. Deze knop is hier. Ja, maar de eerste missie is open decontamination. En dat is die knop. Oh ja. Ja, dat is met die trap natuurlijk. Of met de dozen. Kan op twee manieren. Als we de trap omhoog kunnen doen, want dat wisten we nog steeds niet hoe dat moest. Nee. Schuim hem gewoon eens helemaal uit. Ja, helemaal... misschien even controls... On vehicle, even kijken. Ladder up. Oh, ik heb hem. Ik heb het gevonden. Ladder up. Ja? Ja. Bij mij is dat X en A. X is omhoog, A is naar beneden. Wacht, moet er dan niet opstaan? Ik heb hem ook. Nice, nice, nice. Ja, let's go, man. Parkeer hem maar. Je kan gewoon rijden terwijl je die ladder zo hebt. Kan die hoger? Nee, dit is het hoogste. Oh. Je hebt het, Jasper. trekken, kom op! Ja! Oh. Oh. Fiet view hoor, in dat jurkje van je. Ja, kom op. Ik word net te hoog. Wacht. Wacht, misschien kan ik die auto optillen. Nee. Hij is net te laag, pak ik een beet. Kan die ladder niet hoger? Nee. Oké. Okay. Oh, dan moet ik gewoon goed springen. Nee, ik moet gewoon goed springen. Ja, het is niet... Ik kan jou niet nog vasthouden. Oh, dit is hem. Ja. Ja. Dit is hem. Nice, dit is hem. Yes. Oh, shit. Dit is hem. Wat is dit hem? Het mag onder mijn rokje. Ik doe... Ja. Ah! Ah! Nee! Oké. Ik ben ready. Gewoon sprinten. Hoppatee! Hoppateetje! Ja hoor! Ja. Waarom ben jij hier? Waarom ben ik hier? Oh wacht, ik hang aan jou. Oh ja, we hebben hem! Nice, je hebt hem. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Nice bro. Oh, we krijgen er een doos uit, wat fijn. Nee, die doos die stond er. Oh. Find a way. Oké. Ik denk dat we de auto nodig hebben. Oh, ik ben daar. Plonk. Oh. Oké. Stop. Hoe doe je stop? Crane en catwalk. Ja. En wat is dit voor knop dan? Hier? Oh kijk, ik heb hier een hendel. Die kan ik omhoog doen. Wat gebeurt er? Oh, er is elektriciteit aan de andere kant. Oh, kijk nou! Ik heb hem open gedaan. Oh, hoe dan? Met een hendel. Oh. Stond daar een hendel. Oh, hoe is kapot? Oh, Jasper, sorry. De deur is open, boys. Oh, disable electrical field in decontamination. Oh, wacht. Komen jullie deze kant op? Dat is hier. Maar we moeten hier zijn, bro. Maar ik heb hier de catwalk open. Ja, maar bro, er staat disable in decontamination. Ja, nou, ik denk dat dat hier is. Nee, het is niet decontamination. Nee, maar vanaf hier moeten we dat doen, denk ik. Kijk, want dan moet die knop open. Ja, die knop. En dan kunnen we dan naar de andere kant. Oh, Oké, ik luister een keer naar jou. Ja. Nice. Oh, zal ik die knop drukken? Kijk. Ja. What's up, Barend? Yo, what's up? Hey, goed gedaan, man. Hey, kijk, een parkeerbord. Ja. Hebben jullie al geparkeerd? Ben je al lid van mijn YouTube? Ja. Hoppa. Ja? Oh, kut. Oh. Sorry, Jasper. Dat is de move. Dit is de move. Dit is hem. Ja. Oké, daar gaan we. Dichterbij. Oh, fuck. What the fuck. Kut. Ik hou je tegen. Hij staat ook gewoon niet stil, die auto. Ja. Ik zie niks meer. Oh. Ja. Yes, ben ik. Ja. Oké. Hendel hier. Ik weet niet wat gaat gebeuren. Oké. Get to the bridge. Oh, hier zitten ze in. Jongens, we gaan jullie helpen, ja? Komt goed, we halen jullie eruit. Dat is deze. Dat is hier, waar ik nu ben. Oké, wacht. Oh, wacht! Nee, toch. Moeten we slingeren daarheen? Let's go! Ik doe het! Ah, nee! Oh, dit wordt kut. Ja, maar dan moet je helemaal weer opnieuw. Hoppa. Kijk, zo. En dan naar die kant, denk ik. Ik ben het ook wel eens met Barend. Ja, shit. Ik denk dat dat... Wacht, Milan, kijk dan. Ja, wacht al. Kijk achter je. Ja. Nee, kijk achter je. Ja, weet ik. Kijk gewoon, daar moet je naartoe. Ja, weet ik. Kijk. Ik zag het ook. Ja. Lekker. Nice, dat is een goeie. Veel betere. Get to the office elevator room. Oké, ik doe even een deurtje open, zie ik nu. Oh, ik ben weer in die middelzaal, boys. In de middelzaal. Is die? Ja, hierboven zit ik. Linkerkant voor jullie. Oh ja. Hallo. Oké. Oh, wacht. Ik heb hier een kleine verrassing voor jullie. Hier. Kut. Die hoef ik niet meer. Wat de... Wat is het? Het is een verrassing. Daarom ga ik niet zeggen wat het is. Dat is het punt van een verrassing. Oh, daar gaat hij. Daar is hij. Oh, het is... Ik zag het. Het is een plant. Waarom heb je het gezien? Waarom doe je niet je ogen dicht, zoals ieder ander normaal persoon? U zei niet dat ik mijn ogen dicht moest doen. Je hebt gelijk. Oh. Hey, kijk, het is een plant. Wat plantaardig van je. Goed. Plantaardig. Ja. Oké, ik ben in een zwembad. Ja. Ojo, backrooms? Kijk wat ik moet doen, hoor. Wat moet ik hier doen, joh? Ik heb hier een plank. Hele lange, grote plank. Oh, ik denk dat daar een knop zit. Wacht. Ja. Denk ik. Ja? Ja, hier is een knop. Oké, ik doe even de deur open. Zo, weg met dat domme doosje. Ja. Gaat die open? Ja. Welkom. Hoe stuur jij een auto? Ja, ik heb gewoon tactieken, weet je. Ik weet niet of we die auto erin moeten. Nee, dat kan niet. We hebben daar een hele grote... Oh, kut, sorry. Ik kom er ook niet meer uit. Ja. Ja, daar hebben we een grote plank inderdaad. Ik weet niet zo goed wat... Oh. Nee, die moeten naar boven, denk ik. Daar is een deur. Oh, bro. Waarom is er gewoon op? Okay. Oh, maar hier is allemaal elektriciteit. Daar kunnen we niks. Hoe bedoel je? Oh, maar kijk, ik zie... Ja, we moeten daarheen, daarboven. Daar. Ja. Kijk, waar ik heen wijs. Ja. We moeten die plank dus daar krijgen. Oh, maar je kan wel naar die... Tegen die zwarte bal kan je hem zetten, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Oh ja, dat is het inderdaad. Oh. Goeie. Uh-oh. Ja, goed. Maar wacht. Zit die vast? Nee, maar nu... Oh. Oh. Maar nu verliezen we de hoogte op de plank. Ja. Oh, maar daar hebben we die trap voor, hè? Als ik hem nou hieronder vastpak... Oh, nee. Milan wil hem dwars links... Ja. Oh, dat kan ook. Ik wil hem vanaf hier op die ding leggen. Oeh. Ah, I wanna know. No. If you be my girl. Yeah. Zwaaien, kijk, 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 kijk. Zie? Oeh. Het kan wel wat ik net deed. Moet gewoon naar beneden en dan omhoog ineens. En dan... Oh, shit. Dat was leuk. Ik denk dat dat zoiets moet. Of denken wij anders? Ik denk op dit moment niet. Dit is weer zo'n kutmissie, bro. Dit is weer zo'n kutmissie. Weer... Waar je geen shit mee kan. Ik kan me ook niet herinneren dat ik in Gang Beasts ooit iets heb voltooid. Hé, hey, Macarena. Ik word helemaal gek van die kutplank. Met een plank voor je kop, bro. De hele tijd al. Nou, Milan, doe jij maar je ding dan. Ja, ik weet het ook niet. Oh, ik dacht dat je het... Ik dacht gewoon, als je hem omhoog flipt... Dan gaat hij vanzelf... belandt hij er een keertje op, zeg maar. Ik... Kijk, zo. En als je hem dan... naar beneden doet... Of zou ik hem nu vanaf beneden op van je overnemen? Oh, maar hij zit in het water. Kunnen we iets met die trap? Nee. Als je hem... Krijg je het voor elkaar om hem uit het water te halen? Ja. What the fuck? Oké, ik heb hem hier... Heb je hem beet? Nee. Oké, zo. Want je moet hem eigenlijk dus zo haken, hè? Ja. Dat als jij nu... Kan jij hem nu eens naar boven lopen? Ja. En dan ga je sowieso het water in. Nee. Was... Jawel. Ja, maar ik heb de plank nog vast. Ja, en nu? We moeten echt iemand op die ladder hebben, denk ik, hoor. Die hem zo kan pakken. Dat denk ik echt. Jasper gaat ze de kant. Ik denk als je nu op die ladder daar gaat staan, dan kun je die plank pakken. Denk je niet? Waarom rij je nou met heel dat ding? Oh, ik zit vast. Nou, ik denk dat, dat hem was. Ik ook. Dit zijn echt van die kutmissies die... Hoe de fuck moet je dat doen? Ja. Yo, shout-out jou, Anita. Dankjewel. Wel geinig spelletje, hoor. Lang loading screen. Oh. Ja, dat waren alle games volgens mij, toch? Die je had voor nu. Ja. Ja, dat was alles. Nee, maar ik bedoel qua in-game games. In de minigames. Ja. Ja, was goeie. Was leuk. Wel leuk. Ja, ja, zeker. Ja, vond ik ook. Zeker. Echt van genoten. Ja, man. Mm. Wat vonden jullie, chat? Dat was geniaal. Beste game ever. Zo, dat is wel een hele dikke statement, inderdaad. Wel een dikke statement. What's up, Johannes? Ja. Goed gedacht. Heb echt onwijs gelachen. Ja, bro, ik ging helemaal stuk. In het begin hield ik het niet meer. Toen jij, Jasper, onder die auto spaande, hield ik het niet meer. Je wil eigenlijk dat soort bugs erin houden en dan de rest gewoon eruit, zeg maar. Die rare. Zoals dat die doos die zo heen en weer gaat en zo, die zo raar doet. Yo, Nick Steinvoort. Dankjewel voor het lid worden. Parkeer je virtuele auto lekker in de parkeerplaats, gast. Dankjewel, man. Thank you very much. Ik moet echt 10 minuten wachten op de volgende gast, want we gaan het volgende segment doen in de stream. Ik wil jullie boys heel erg bedanken voor het meedoen. Yo, thanks voor het mee mogen doen. Ja, was gezellig. Dat was leuk. Oh, ik heb trouwens nog een key voor als iemand hem wil. Als iemand het spel wil. Ja. Wat, ja, wil jij? Zeg. Ja. Barend heeft al, toch? Wat? Welk spel? Ik dacht het spel wat je ging spelen. Nee, het spel wat we nu hebben. Oh. Nee, dat is voor de chat. Oh. Maar je zit tegen ons te praten, zeg maar. Je zegt nee. En dan zeg ik, oh, ik heb nog een key trouwens. Nee. Dat was, waag het niet. Oké. Ik weet alleen niet welke keys ik aan jullie had gegeven, maar goed. Hey, bedankt boys. Dankjewel, was gezellig. Hey, even GG in de chat voor Jasper en Barend. GG's, GG's. Was gezellig, boys. Yes, veel plezier, succes. Rustig aan, tot morgen, boys. Later. Lekker Naomi, lekker Neo Gaming. Even kijken welke ik ook alweer aan hun had gegeven, want anders ga ik dubbele geven. Die heb ik hier staan, denk ik, ergens. War heb ik de game. Ah, hier. Die en... Oh ja, hier. Top. Ja, ik heb dus nog 1 key van de game die we net speelden. Die gooi ik even gewoon in mijn community ding op YouTube. Dus als je lid bent op YouTube, dan ga je hem zometeen zien in de community post. Als je denkt, hè, community post? Ja, als je naar mijn kanaal gaat, mijn hoofdkanaal zeg maar, dan kun je hierop checken. En dan zie je hier een kopje staan... Naast playlists en naast lidmaatschap zie je community. En als je daarop klikt, dan zie je dus hier allemaal dingen over de leden. Dus dit heb ik bijvoorbeeld 5 dagen geleden naar alle leden gestuurd. En daar staat in van, hallo parkeerleden, zet in je agenda 24 november 8 uur. Een ledenbingo met prijzen. Hoop jullie daar allemaal te zien. Nou, dat is dus alleen voor de leden. Dus als je lid bent, dan heb je niet alleen die bingo 24 november 8 uur met prijzen. Maar heb je ook een... key zometeen van de game die we net speelden. Want die ga ik er nu even ingooien. Dus veel Veel plezier met de key. Groetjes, bedankt voor het lid zijn. Bedankt voor het... Even kijken, zichtbaarheid alle kanaalleden. Ik ben gefrustreerd van de game, zegt Jasper. Maar wel leuk. Ja, true. Vond het ook wel leuk. Vorig jaar heb ik ook een game weggegeven. 10 dagen geleden, zie ik. Welke game was dat ook alweer? Oh ja, Deceive Inc. Vorig jaar gaf ik deze game weg. Aan de leden. Was 10 dagen geleden. En vorige maand... Wat gaf ik toen weg? Ultimate Fishing Simulator 2 gaf ik toen weg. 3 weken geleden. Ja, dus... als je er op tijd bij bent elke keer... dan... heb je gewoon nieuwe games, gast. Chill, man. Als soort bedankje. Dat jullie lid zijn. Is chill. Is gewaardeerd. Tot hoe laat ben je live? Weet ik niet. Weet ik niet. Weet ik niet. Maar ik wacht nu even op de volgende gast, eigenlijk. Maar die is er nog steeds niet. Dus ik wil even... even snel koffie zetten voordat hij terug is. Ik moet er even kijken of hij überhaupt wel in mijn Discord zit. Zit je trouwens al in mijn Discord? Dan kan je als je lid bent dus in een speciale Discord. En kun jij... daar in een exclusieve Discord server zitten en chatten en praten. Oh. Maar als je sowieso in de Discord zit, dan kun je natuurlijk gewoon alles doen wat je wilt. Wat is SOS OPS? Een spel die we net hebben gespeeld, Sebastian. Maar net te laat. Net te laat. Net te laat. Wil je een keer Hogwarts spelen? Ah, de game is al voorbij, man. Dat heb ik wel gespeeld, maar de game is wel klaar nu, hoor. Vind ik. Oh, Avitate. Jij hebt hem. De game. Oh, nice. Nou, veel plezier ermee. Ik zal eens kijken of ik nog extra keys kan fixen, misschien. Maar anders, veel plezier ermee. Leuk. Heb je een comment achtergelaten bij die community post van yo, ik heb hem? Want dat is chill. Want anders dan gaan mensen proberen te claimen en dan is hij er niet meer, zeg maar. En dat is lullig. Oh ja, je hebt er eronder gezet. Ja, ja, ik heb hem. Dankjewel. Oké, top. Top, man. Helemaal top. Leuk. Cool. Deze game moet dus nog uitkomen, die we net speelden. Oeh, lawaai. 27 november, over 12 dagen pas. Dus ja, man. Het is lachen. Maar het is nog net... Kijk, zie je ook voetbal en zo. Dus niet alles is er nog of zo, I guess. Maar hij is leuk. Maar het is het nog net niet. Als in de... Games, de minigames zijn nog niet leuk genoeg. Maar wel dik, dik 1,5 uur gespeeld, dus... Kijk, dit soort dingen zijn denk ik wel leuk. Stop de train. Zijn wel nog wel leukere missies die komen, denk ik. Stop de train. En dan moet je denk ik allemaal boxen er neerzetten of zo. Wel leuk. Wel leuk. Leuk, 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 leuk. Thief Sim 2 is al even uit. Misschien moet je het proberen. Ja, ja, heb ik staan op de lijst. Heb ik staan op de lijst. Een goede tip hoor. Hey, fijne avond. Vrolijk gezicht. Damn. Jeffrey Bosman. Thank you. Dankjewel voor de 3 maanden, Jeffrey. Fijne avond. Jij ook. Toegewenst. De game is niet gratis. Nee, zeker niet. Hij is nog niet uit. Dus ik weet niet hoe duur die wordt. Farming Simulator moet ik binnenkort ook weer doen, hè? Maar er zijn gewoon zoveel games die ik nog wil gaan doen. Oh, trouwens, er was iemand in de Discord en die zei van... yo, je moet even deze games checken. Oh, die check ik zo meteen wel even. Wie was dat ook alweer? Thomas. Ja, die moet nog even checken. Moet even checken. Ah, hij zit erin. Oké, top. Rollen. Friends. Yes. Damn man, mocht je net inschakelen. Vandaag heb ik een leuke dag gehad op Snapchat. Dus check mijn Snapchat. Als je denkt, wat heeft Milan eigenlijk vandaag gedaan? Dan kan je op Snapchat checken. Morgen ook een hele leuke dag, ook op Snapchat. Wordt heel spannend. Want morgen heb ik opnames met Steven Kazàn en zijn vriendin Jamie. En ik zag ook dat zijn vader Hans Kazàn aanwezig was. En dat hij misschien meedoet. Maar ik weet nog niet of dat de goede is of niet. Ik denk het wel. Dus dat wordt wel spannend. Dat is een tv-programma die Steven Kazàn doet. Heeft ook een prijs voor gewonnen, geloof ik. Ik weet alleen niet hoe die prijs heet. Maar wel heel spannend. Heel leuk. Ik doe nooit tv. Ik doe nooit acteren. Ik doe nooit dat van kijk mij nou in een film. Maar dit dacht ik, hey, is wel iets heel leuks. Je kan lekker jezelf zijn. Prima. Zin in. Dus dat is morgen. Dat is wel spannend. En Hans Kazàn is wel een legend. Dus daarin direct natuurlijk Steven Kazàn ook. Duh. Logisch. Hmm. Be right back, chat. Ik ga even snel koffie zetten en dan kom ik weer terug. Ja, dat is het leven. Ja, dat is het leven. Hallo, ben je er? Yo! Yo, Mijlen! Ik ben ready to rumble. Ik ben ready to rumble. Zombie time. Ja, ben je ready? Ik heb nog niks gezegd tegen de chat dat we gaan doen, maar ja, dat is inderdaad wat we gaan doen, ja. Oh, hey, yo chat, we gaan zombies killen. Dames en heren, ik ben vandaag met Buurtwacht. Yo, yo, yo. Je kan hem kennen van niks. Je kan hem niet kennen. Je kan hem vooral niet kennen. Cap. Ik ben boomingers TikToker. Oh ja, je bent, dat klopt. Sorry. True. Sorry, True. Ik capte. Milan is een capper, chat. Pak maar Milan zijn chat. Ik heb met Buurtwacht heb ik een video op TikTok opgenomen. Voor domino's. En ik moet zeggen, Buurtwacht? Ja? Je mag Danny zeggen. Tuurlijk. Jij wel. Ik heb nog nooit zo snel van iemand een factuur gekregen. Ik ben een zakelijke man. Ik ben toch een money. Bro, man. Ik heb geen geld. Ik heb geen geld. Je hebt geen geld. Jij maakt geld van alles. Je hebt €500 op je stream staan voor je rat of zo. Is nep, is nep. Hij heeft een of andere rat, heeft Buurtwacht. En dan... Ja, maar die... Sorry, laat je uitpraten. Thanks. Dan dan moet je doneren en dan draait hij aan het rad. En dan hoopt iedereen dat het land op vuurwerk, want dan steekt hij vuurwerk af in zijn kamer. Dat is Buurtwacht. Omdat mensen anders niet doneren. Ja, maar... Maar het gaat wel naar mijn moeder. Je ziet november donos gaan naar mijn moeder. Dus het is wel goed doel, toch? Nee, zeker, zeker. Hey, mute jij jezelf voor dono's en dingen? Moet dat? Ik heb nooit gestreamd met een andere streamer. Ik doe wel voor je. Oh, ja, want je kan namelijk... je kan een macro key kun je opzetten op je Discord, zodat je dan mute gaat. Ik ga dat nu doen. dat soort combinaties. Ja, dan moet je een van die macro's hebben. Naomi, ja, dankjewel voor je €2,50 superchat. Neem je dan even kijken dan op bed. Beetje ziekjes. Oh, vervelend Naomi. Wetenschap dan. Vervelend. Bro, mag je ook Danny tegen mij zeggen? Ja man, chat. Wat zeg je nou? Lees je nog even mijn bericht, Milan? Wat is er dan, Happy Man? Even jouw bericht lezen. Ja man, dat gaan we doen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of hij het een beetje kan. Dus zombies heb ik al best wel veel gespeeld. Oh, ik moet hem eerst nog even adden volgens mij. Ik heb jou nog niet op Activision geloof ik. Nee, hoe heet ik ook alweer? Ik heb de zeiker gewoon. Ja, kun jij gewoon, kun je dat naar mij DM'en? Mm-hmm. Want anders gaat dingen je adden. Ik heb je gedm'd. Right, ik ga jou even adden hier. Deze denk ik. No players found with that name. Is dat je Activision ID? Of is dat je Battle.net? Oh, je moet Activision? Nee, 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 maar ook Battle.net. Ik add je daar wel. Ja, dat is Battle.net. Oké, oké, oké. Right, ik heb gestuurd. Yes. Als het goed is... Sta je dan nu ergens hier tussen? Ja. Oh, moet je ook hier friend request sturen? What the fuck? Accept. Ik ben hyped man chat, ik ben hyped. Ik kan je niet inviten, je bent locked. Locked? Hey, ze lokken me zelfs in deze gimma chat. Real life, gimma alles, wauw. Oh ja, nu kan ik je inviten. Let's go. Accept invite. Alright, let's go. Ja, toch. Zit je erin? Ja, je zit erin. Nice. Ik zit erin, ik zit erin. Oh, wat ben je voor poppetje? Oh, nu niet meer. Je was echt helemaal space met allemaal glitch dingen. Ja, ik had een gekke skin. Heb je die gekocht? Ik weet ook niet hoe ik daarom kom. Nee, nee, ik heb geen geld man. Hoe kom je aan die game dan? Ja. Hey, wist je dat ik meer kijkers heb dan jou nu? Just saying. Just saying, you know. Ja, maar hoe kom je in de game? Gewoon gekregen van iemand. Ja, maatje sick. Van me. Maatje van me. Aardig? Ja, aardige guy. Shout-out hè man. Ja. Malino. Mm-hmm. Waar komt dat vandaan? Dat is mijn game naam al vanaf jongs af aan toen ik echt 13 was of zo, 14. Oh, ik hoor je. De zeiker ook. En mijn hond heette zo. Leeft die hond nog? Ja, gelukkig wel. Maar hij is niet meer bij mij. Maar dat is een lang verhaal. Oh, hij is niet meer bij jou? Nee, maar goed. Okay. Even kijken, zombies. Heb je het ooit gedaan? Zombies? Nee. Ja, tuurlijk wel. Black Ops. Confirm mission. Maar dit is anders, man. Dit is open world. Open world. Nooit. Oké. Dan wordt het spannend dan. Ik heb nooit gespeeld, maar komt goed. Ik ben iemand die snel leert, weet je. Oh, echt? Ik pak dingen snel op. Wat is onlangs iets dat je snel hebt aangeleerd dan bij jezelf? Ja. Ik hoor eens een vrouw op de achtergrond, wat is dit nou weer? Het is mijn zusje. Oh. Ja, ik kom niet in contact met vrouwen, ik zeg eerlijk. Het is moeilijk voor mij. Is dat afleiding? Dat ook, ik vond het altijd afleiding. Hmm. Maar jij hebt al een vrouwtje dus. Kijk, jij bent settled. Ja. Je hebt geen druk meer te maken om dat. Moet jij, ik ga jou even zo'n level 1 back-up punch geven, dan is je wapen meteen sterker, ja? Zit jou in die game? Nee, 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 we matchmaken nu. Oh, ik dacht al. We gaan nu. Ik moest even... Zijn we met z'n tweeën of zijn we zo ook met meerdere mensen? Heb ik... ik weet niet of ik... Wacht, ik weet niet of ik veel... Nee, ik heb geen squad veel. We zijn met z'n tweeën, is dat cool toch? Sorry, ik moet even opnieuw ready up, ja. Nee, we zijn met z'n tweeën. Zie. Danny, ik ben er weer. Fuck, man, G. Je slaapt lekker, Leonie. Ja, ik heb hem die game gegeven. Maar dat wilde hij natuurlijk niet zeggen. Want ik zei van, joh, laten we MW3 zombies doen. En hier heb je een key. Ik had er eentje over. Maar hij wil niet zeggen dat, dat hij dat van mij heeft gekregen. Dat vindt hij kut. Dus zegt hij meteen, ja, ik heb meer kijkers, man. Ik heb meer kijkers. En zo naar Camille thee, chat. 100. Ik heb koffie. Wat drink jij? Camille thee? Nee, ik denk water. Het enige wat ik denk is water. Mm. Ik ben van thee, niet van koffie, man. Heb jij nooit koffie gehad? Ik heb het wel eens geproefd. Kijk, ik heb ooit zo'n zoete koffie, weet je, met karamel, al die gekke smaken. Dat was oké, maar voor de rest zwarte koffie of zo. Nee. Maar je tanden worden geel van koffie, hè, dus daarom drink ik niet. Ah. Ik wil mooi blijven en shit. Ja, maar ook van volgens mij proteïnepoeder, toch? Nooit. Jawel. Nee. Hoe kom je erbij? Ja, dat... Nou, Google maar. Wordt het tanden geel van proteïnepoeder? Wordt het tanden geel van proteïnepoeder? Eiwit slecht voor tanden. Bam, there you go. Nee, maar dat is een vraag van iemand, hè? Ik denk het niet. Mijn tanden zijn super wit. Weet je wat het is? Sorry man, het is volledig cap, maar... Weet je wat het is? Als jij iets googelt... Met een vraag van, wordt dit door dit? Dan is er altijd op Google dat het antwoord ja is. Ongeacht wat je vraagt. Ja, klopt wel. Klopt wel. Oké. Ik heb hier voor jou een crystal. Ja. Als je die equipt, dan is je wapen meteen pack-a-punch. Wat is pack-a-punch dan? Ja, pack-a-punch is dat je zeg maar... als je op de map checkt, dan zie je drie zones. En die eerste zone, dat is level 1... En de tweede zone... Of, sorry, de eerste zone is level 1 waar we nu in zitten. Dan heb je level 2, dat is die oranje. Mm. En level 3 is die rode. En dat is de moeilijkste. Ja. En nu heb je dus een level 1 wapen al. Dus we kunnen nu die oranje zone al in. Of level 2 wapen heb je. Dus zonder level 1 wapen kan je niet eens in die zone. Ja, dan kan je er wel in. Maar dan zijn die zombies gewoon te sterk. Aha. Maar wat is het doel dan? Gewoon zo lang mogelijk overleven? Ja, zoveel mogelijk loot proberen te pakken. Yes. En overleven en missies doen. Mm-hmm. Dus... No. Ja man, je kan... Ready to rumble chat, ready to rumble. We kunnen eigenlijk nu richting... We moeten even een missie doen, even kijken. Misschien kunnen we... Ja, we kunnen deze doen man. Escort. Heb ik parachute? Kan ik springen van 4? Ja, net zoals bij Warzone. Kijk, nu spreek je mijn taal. Staat 6C op het rad? Nee man, chat. Ja, wat staat er allemaal op jouw rad? Want je hebt zo'n rad in je kamer, wat staat er allemaal op? Vuurwerk afsteken, rauwe ei eten, 50 push-ups. Meerdere keer vuurwerk, staat 3 keer voor some reason, ik weet niet. Shotje alcohol. Iets kopen van AliExpress. Gewoon en dan open op de stream. Ja. En €5 aan een kijker geven. En dat is het. Ja, maar dat is wel heel zakelijk. Als je €10 moet doneren om aan het rad te draaien en je moet €5 aan een random iemand teruggeven, dan heb je altijd winst. Ja, maar natuurlijk. Ik moet winst maken. Kom op. Ja, slim. YouTube is een moeilijkste baan, hè. En €5 op roulette heb ik ook. Oh, dat is gokken. Ja. Ah. Ik heb veel gokverslaafd in mijn community. Dus ik vind dat leuk. Oh, dat is eigenlijk niet best, dus dan ben je dat een beetje aan het voeden. Nou, maar ik zie het zo van, ik doe het voor hun, snap je? Dus dan kunnen we het niet doen. Maar niet gokken, chat. Gokken is bad. Ja, ik doe dat dus nooit, hè, gokken. Nooit gegokt in je leven? Ja, in mijn leven wel, maar nooit, nooit vaker dan 2 keer naar een Holland Casino of zo. Mm. Zoals je merkt, de zombies gaan nu heel makkelijk dood. Omdat dus wij... Dit is level 1 en wij hebben dus al een pack-a-punch. Dus dan gaat het veel sneller. Aha. Even kijken, we moeten even die... dat ding proberen te pakken. Oh mijn god. Ben je dood? Ik gooi per ongeluk een drone. Ik gooi een eigen drone op mezelf. Nee, maar die Gimma is bug. Die Gimma is niet optimized, denk ik. Die game is niet optimized. Help me, bro. Ik ga dood hier. Krijg je dit nou weer voor elkaar, bro? Die game is bugged. Vraag me chat. Chat, dat deed ik niet zelf, toch? Stop met liegen. Ik zweer het. Nee, help me alsjeblieft. Ik ga dood! Waarom lieg je dan? Oké, nee, ik deed het zelf. Ik deed het zelf, help! Oké, kom op. Zombie achter je, bro. Ja, maakt niet uit. Oh, nee. Volgens mij is Milan ervaren. Heb je dit eerder gespeeld? ja. Ik ben niet ervaren. Ik moet even opwarmen. Hier is goede gun in deze locker. Zo gespinkt voor je. Oh, ja. Geluid iets zachter. Oké, we moeten escorten, man. Dus we moeten bij dit ding blijven. Aha. Ja, chat, die moeten we heel houden. En dan komen er nu allemaal zombies. Maar deze is best wel makkelijk, dus moeten we zometeen eigenlijk even level 2 missie doen. Hey, ik verbrand hier, man. Chat, jullie zien toch mijn PC handelt deze game aan? Wat zeggen jullie allemaal? Ja, maar jij, heb jij een goede PC? Of heb je gewoon net goed genoeg voor Sims 4? Nee, het werkt. Het werkt gewoon. Ik heb gewoon wel een goede PC. Hoezo wil je mijn PC geven? nee, ik heb je nog nooit wat gegeven. Waarom zou ik? Bro! Boom, boom, boom. Ik vind de zombies echt wel wat leuks, man. Oh, instakills chill. Het is gewoon een one-shot dood. En nee, zombies is sowieso lachen. Maar dit is een beetje een nieuwe aanpak, dus dat is de open wereld. Ja, klopt. Het is wel geinig. Wel veel bugs, maar het is geinig. Ja, net is die drone. Ja, dat was wel raar. De game is bug, chat. Ik kan me veel zeggen. Hey, mijn aim is kapot goed, chat. Ja, ik zit inderdaad met bewondering te kijken, man. Toch? Ja. Hey, je hebt hier ook, net zoals in die originele, heb je ook mystery boxes met van die wapens. Oh, kijk, daar leef ik voor. Gokken. Ja, die kunnen we zometeen wel doen. Dan moet je 950 per wapen moet je hebben. Mm-hmm. En je ziet daar links onder de essence. Net als hoe je die deuren moet openmaken, net als in Black Ops. Maar dan gewoon iets anders. Dat je moet tikken. Ja, je hebt bijvoorbeeld van die keycards en zo, en vaults. Aha. Maar die weet ik nog niet allemaal, hoor. Dat weet ik nog niet allemaal uit mijn hoofd. Jouw PC is niet goed genoeg voor Sims 4, Tijen. Dat is fucked. Ik wens je sterkte. Maar joh, ja. Oh, dat is een grote. Wat is deze andere kan doen dan? Oké, deze is ook wel gek. Speel je geen Fortnite, Milan? Nee, nooit, man. Ah, jammer. Ah, nooit. Dat is niet waar, maar bijna nooit. Maar je vindt het niet leuk? Nee, ik weet niet. Ja, moet even net in de mood zijn of zo, man. Fortnite mood, ik hoor je wel al. Ik vind het wel af en toe lachen. Ja, laatst vroeg Enzo me ook al mee. Zo van, yo, kom Fortnite doen, bro. Fortnite. Maar... Ik weet niet, ik voelde hem nog niet helemaal. Welke games speel je eigenlijk? Speel je games? Gewoon afstream of zo? Ja, tuurlijk. Ja, ik dus niet. Meer. Ik ben te zakelijk geworden daarvoor. Oh ja, wat is dan jouw... Hoe kun je jouw dag omschrijven? Hoe begint jouw dag dan? Uurtje 2-3 uur wakker. Gym. En dan moet ik al gewoon stressen, want ik moet live, toch? Uurtje of 2-3 wakker? Ja. Nee, maar ik slaap ook om 5 uur 's nachts, snap je? Dus het compenseert wel. Like, ik doe mijn werk in de nacht. Maar waarom? Ja, het is niet een keuze. Like, altijd, als ik mijn ritme fix, ga ik langzamerhand gewoon weer terug naar die 4 uur 's nachts wakker en zo. Oké. Het is niet nice eigenlijk. Nee, maar dat is ook helemaal niet goed voor je... Je bent toch heel erg van de gezonde lifestyle? Ja, eigenlijk wel. Maar dan is 's nachts slapen toch niet... Of gaan slapen toch niet zo slim? Ja, maar daarom probeer ik het ook een beetje te fixen. Maar soms heb ik geen keuze, man. Ik blijf wakker omdat ik niet genoeg calorieën heb gegeten en zo, weet je wel. Dus ik moet die even kantelen. Oké. Snap je? En dan, ja, dan ga je weer laat slapen en zo. Kijk Milan, hè? Milan? Je zei, dan ga je weer laat slapen en zo. Maar ik weet niet, ik zei niet Enzo. Oh, zo bedoel je. Oké, dat zei je wel. Ja, maar Enzo. Man. Ja, omdat je broer Enzo heet, betekent niet dat ik je Brada gelijk noem. Dat zei je toch letterlijk net? Ja, Enzo, van Enzo. Ja, dat is zijn naam, Enzo. En we gaan het spelletje zo spelen. Ik hoor je. Nee, ik hoor je. Ja. Ik hoor je. Ik hoor je, Milan. Milano. Malino bedoel ik. Oké, laten we deze missie doen. Ik kom eraan. Ja, ik loop al een beetje vooruit hoor, maar je kan wel een beetje aanhaken toch? Ik bedoel, jouw eerste keer. Nee, komt goed. Ik weet wat ik doe. En daarom. Ik ben om 1 keer hoeven te reviven, dus ik gok dat het nog 2 keer gebeurt. Wat is die X? Energy mine. Wat doet dat? Ja, dat is, die gooi je zeg maar op de grond en als daar zombies overheen lopen, dan knalt die 3 keer uit elkaar en dan alle zombies daaromheen zijn dan meteen dood. Meteen? Oké, nice. Ja. Maar krijg je punten als ik zombies kill of kun je die zombies ook gewoon schotten? Ja, je krijgt inderdaad punten, je krijgt essence daarvoor. Dus je hebt nu 4k essence bijna, linksonder zie ik dat staan. Wacht, even mijn cam. Zo. Oh, wacht. En ja, die essence die heb je nodig voor zometeen om dan te gokken hè, met die mystery ding. Essence grinden man, chat, let's go. Dus je bent inderdaad essence aan het grinden. Die kun je ook in loot dingen vinden. Dus ik opende net een kassa, daar staat 200 essence in. En je hebt hier... Milan, jij bent rijk toch? Definieer rijk. Gewoon, je hebt veel geld. Definieer veel. Gewoon een paar milli gewoon. Nee. Nee, ik ben geen miljonair. Als dat je vraag is. Nee? Geen eens miljonair. Nee. Ik verwacht echt miljonair gewoon. Nee man. Bijna miljonair? Nee, ook niet. Oh. Ik wil RS7 aan je vragen. Iemand in de chat vroeg van, joh, vraag RS7. RS7? Dan... Ja, Audi RS7, auto. De auto is het domste wat je kan doen als je... True. Maar daarom wou ik het aan jou vragen, maar... Nee, maar ik zou nooit een RS7 willen. Dat is... Nee? Ja, nee. Het zijn vette auto's, maar het is niet mijn ding. Ik wil comfortabel zitten in een auto. Ja, maar RS7 is ook best wel comfortabel. Het is een beetje daily drijven, maar met snelheid. Ja, dat is een Oeroes. Zo kijk ik in. Ja, maar Oeroes, dat wil ik dus ook niet. Dat is cool, maar nee, ik hoef dat niet. Ik hoor je. Het is wel beter eigenlijk. Je moet wel even shielden, man. Dat zie ik. Oh ja. Oh. Yo, dit zijn mensen, bro! Ja, klopt. Waarom? Die willen graag die transmission uitschakelen die wij net hebben aangezet. Aha. Ja, die shield soldier is zo irritant. Maar deze zijn best wel pittig. Het is level 2. Dus dat is vervelend. I got this man. Ik weet het niet of ik hem heb. Te shielden. Kijk, als ik eenmaal opgewarmd ben, ik ben een gaming prodigy eigenlijk hè. Het is gewoon dat ik retired ben. Oh, is het zo? Wat heb je gedaan dan hiervoor? League of Legends. Voordat ik überhaupt in de YouTube scene stapte. Dat was mijn leven een tijdje. En toen, begin van Fortnite, 2017 ongeveer. Dat is waar ik mijn carrière op heb gebouwd. Kijk, je kan rondvragen in mijn omgeving. Maar ik ben nooit in jouw omgeving. Ja, maar als je, als je echt gewoon wil weten van of ik cap of niet, weet je, dan moet je gewoon naar mijn omgeving komen. Oh, ik ga dood. Snap je? Ik ook. Ik ben dood. Ik ga niet dood. Oké, ik ga serieus chat. I got this. I'm a clutch dit. Oh, man. Hoe leef jij weer? Ja, goed geklust. Geen stress, bro. Ja, maar je wilt niet naar Zandam komen? Wat zeg je? Je wilt niet naar Zandam komen? Naar de ghetto? Tuurlijk, ik zou er wel heen willen komen, maar wat moet ik daar? Met mij gymmen. We hadden afgesproken 50k abonnees, toch? Als jij 50k hebt, wil ik best wel een keertje met jou gymmen, ja. Hey chat, onthoud dat, clip dat. Maar, Waar gaan we dan? Dat is Basic Fit zeker. Die alles behalve nee. En... hey. No shit. Ben je dood? Hey, what the fuck? Ik agree wel met dat eigenlijk. Normaal ga ik naar Sport City, dat is een beetje beschaafd en zo. Hier is Shield Guy, man. Kom maar aan. Er zitten 4 man op mij, denk ik, ja. Oh shit. Hey, ze zijn best wel goed, man, eigenlijk. Pas op. Naast je. Oh mijn god, kan ik mezelf reviven? Nee, ik had een self-revive, maar jij was zoveel aan het praten dat ik niet kon zeggen, yo, ik heb hier een self-revive voor je. Ik ben een entertainer. Hoe ga jij nu al dood? Jij speelt vaker dit, bro. Jij was die pro, jij was die prodigy. Waar is jouw prodigy dan? Ik moest toch opwarmen? Ik zeg het als ik ben opgewarmd, ik ben nog niet opgewarmd. Maar hoe warm jij op? Nu ben ik opgewarmd. Nu snap ik de game. Nu snap ik dat level 2 echt serieus is. Ik ben nu ready. Chat. We worden misschien gerest door iemand. Want we hebben... Als je F ingedrukt houdt... Oh ja, pleading for another squad to join them. Ja, dan... Er staat daar zo'n blauwe guy op zijn mercenary camp. Please help us. Please. Die kan ons misredden. Please, Rez. Please. Doe even in de chat iets zeggen, want jij bent heel goed in mensen ompraten. Dat is wel echt zo. Ik ben echt snel in typen tijdens het gamen. Yo, please help us, bro. Lep en noive. Ja, maar nu weet hij dat het echt noodzakelijk is. Dat is die snelle type en je bent onder druk, snap je? Mm. Je hebt gelijk, ja. Dat doe je inderdaad wel vaak met teamchat, ja. Mm. Kijk of die heen komt. Ik hoop het. Komt niemand naar ons toe, man. Ik denk dat we fucked zijn. We worden niet gegund, chat. Haters en schapen. Haters en schapen, chat. Ze willen cancelen? Dan moeten we weer opnieuw. Ja? Ja. Nu ga ik serieus spelen. Oké, oké, oké. Oké, boys. Pak een loot. Hulp in de chat. Hulp. Hulp, chat. Hulp. Ik ga weer ready up, chat. Okay, ik ga moet ik gelijk ready up? Of moet ik... Zitten we in dezelfde lobby? Oh ja. Ja, we zitten in dezelfde lobby. Zou ik die al meenemen? Nee. Maar weet je wat? Ik neem die wel mee. Ik moet even een goede rugzak vinden trouwens. Vind je die gewoon in de game? Ja. Hi. Dat is kudding dit. Ah. Oké, cool. Ja, we zijn nu wel alles kwijt inderdaad. Maar dat is cool. Dat maakt niet uit. We hebben die zo weer gefixt. Nee, dat is geen stress. Nu snap ik de game. Werkt mijn hotkey nu, chat? Aha. Zombie cash. Essence. Essence moeten we pakken. We hadden wel genoeg volgens mij voor 8 wapens, man. Je kan wapens kopen. Ja, met die mystery box, toch? Oh. Wat voor setup heb je eigenlijk, zeg maar? Wat voor headset en wat voor mic? Ik heb gewoon een Trust GXT Plus. En een headset. Kijk, mijn mooie headset stuk gaan, die SteelSeries. RIP, man. En ik zit nu gewoon op een headset van Logitech. Geen nog wat. Gewoon die goedkope. Ja, ja, ja. Die simpele, Tori. Ja, de setup werkt gewoon voor mij. Maar ik heb die ghetto setup. Alles werkt gewoon net aan. Ja, maar hey bro, als het werkt, dan werkt het. Snap je? Oké, dus we moeten eerst eerst 4500 essence halen, ja? En als 500 essence. 4500. Mm-hmm. En als we die hebben, dan kunnen we pack a punch doen. Wat ik net eigenlijk al had gedaan, wat ik net skipte, maar we gingen dood, ongeluk. Even kijken, staat hier een opdracht? Ja, deze moeten we doen. Bro, hoe heb ik geen wapen? Is dat normaal? Ja, je moet je eigen wapen elke keer meenemen. Ja, ik heb nu geen wapen. Nou, sla me in elkaar, sla me in elkaar. I got this, man. Dit is hoe ik zou vechten in real life. Dit is een buurtwacht loadout. Wat is er, pa? Touch. Rustig. Nice, man. Geen stress. Dus nu heb ik geen wapen. Nee, dus moet je wapen vinden. Looten. Oh, geen stress. Ja. Dit is hoe ik liever vecht, eigenlijk. Wapens is voor losers. Oké, waar is een wapen? Hey, je zit vol gat met gas hier, ouwe. Niet naar binnen gaan, ik zeg je eerlijk. Niet naar binnen gaan daar, man. Ik dacht ook al, waarom loop je zonder gasmasker naar binnen? Risico's moet je nemen in het leven. Oké. Laten we richting die blauwe gaan dan. Als ik een wapen voor je vind, dan neem ik hem mee. Ik heb mijn wapen al gepackapuncht naar level 2. Want die had ik nog van vorige game. Aha. Dus, ja, als ik geld heb, dan delen we het. Dus samen moeten we 4500 halen. Mm-hmm. Komt goed, komt goed. Ah, ik heb een wapen. Let's go, chat. Ik zei toch loadout, bro. Hoe moet ik dat weten? Hey. Like, wie neemt geen wapen mee? Turret? Oh, deadbolt. Oh, ik heb een deadbolt ding gevonden. Dat is nice. Nu kan je simpel invoegen, bro. Altijd. Oké. Is hier een deadbolt terug dichtbij? Ja. Oh, dit is nice, dit is nice. Bro, kom mee. Ik ga even laten zien. Dit is echt, dit is epic. Dit is nice. Ik kom eraan. Deadbolt? Ja, je moet even shielden. Kun je shielden? Ik heb wel shields voor je anders. Ik heb shields. Oké. Oké, dit is een deadbolt turret. En als ik die activeer... Ja, dat is heel dik. Dat is het. Ja, dan gaat hij aan. Let op. Ja. Kijk wat hij doet. Yo. Dat is dan toch gek, ouwe. Dit wil ik voor mijn osso gewoon. Wanneer zaken goed gaan. Kijk, alle zombies komen, maar dat ding dat gaat gewoon helemaal los. Je brrrr. Hey, deze moeten we hebben zometeen, man. Hoppakee. Niks te doen. En de hele game blijft hij dus aanstaan. Dus als een ander team hierheen komt met wat of voor wat voor reden dan ook, dan gaat dat ding gewoon af. En dan gaat hij gewoon schieten de hele tijd. Oh, maar spelen we ook tegen een ander team? Ook? Nee. We spelen gewoon met z'n tweeën tegen zombies. Oh. En maar je bedoelt ander team? Ja, gewoon als een ander team. Stel, een ander team komt hier langs en die chillt hem of zo even, weet ik veel. En dan... En dan die turret gaat hem helpen? Ja, en dan krijg ik de XP en ik krijg de money. Dus de hele game krijgt nu XP en money. Dat was wel fucking nice. Hij killt nu ook allemaal weer dingen. Krijgt nu alweer XP. Oké, sorry. We moeten hierheen. Oh. Die zou ik hebben. Oh. Die wil ik hebben. Oh, ik denk dat we het zo al hebben, man, want ik heb al best wel veel gelddingen gevonden. Kan ik ook... Dus als jij andere dingen zeg maar, in je inventory hebt, dan heb je de waarde van die essence eronder en dan kun je bij een shop kun je dat inleveren. Ik moet even snel die contract doen. Ik heb hem. Ik ga even mijn raam dicht doen. Fucking koud hier. Ja, je hebt wel verwarming, zeg maar? Oh. Word wakker. Ik ben back in the building. Instant kill. Waar is iedereen? Ja, we hebben een mercenary convoy. Oh, fuck, man. Oh, fuck. Wat is vandaan? Okay. Ah, fuck. Die revolver is beter, man, chat. Waarom hoor ik die muziek? Oh, dat is een jukebox. We kunnen deze trouwens ook meteen wel doen. Welke? Ja, dit gebouw. Ik heb een gasmask, jij niet hè? Je laat me hier inlopen zonder gasmask, je lokt me. Nee, je hebt gelijk, dat moeten we niet doen. Maar deze is heel easy, ik doe maar even snel. Nee. Je bent zo goed buurtwacht, thanks man broer. Oh. Oké. Oh mijn god. Help me bro, alsjeblieft. Waar ging je dat door? Oh, door die guy. Ja, door die guy. Hij heeft goede aim, for some reason. Waarom zijn bots zo goed in deze game chat? Wat? Waarom ben ik bijna dood? Survive bro! Ik heb zelf revive dus. Als het moet. Dat ging snel? Zou ik mijn self-revive gebruiken? Nee hoor. Oh, hij heeft dus, hij is een sniper. Nee, zonde. Got you. Lekker man, lekker man. Wees back, wees back. Oké. Er is nog iets hier, denk ik. Ja. Waar is die andere daar? Ja, hij is van ons. Je kan erin. Hey. Stash house. Kun je lekker looten. Samurai? Oh. Wee yo. Hey, nu ben ik ready to rumble, man. Je moet even hier... Oh, hier zit nog een deadbolt in. Je moet even hierin checken, deze kist. Dat is de beste kist die er is, zeg maar. Aha. Er zit zo'n mod in voor je wapen. En dan kun je die... die mod die kun je dan op je wapen zetten. Of die gaat automatisch op je wapen als je hem equipt. Hadden we niet iets gedaan? Ja. En dan doet hij iets extra's. Dus je hebt nu volgens mij Nepal mod. Ja. En die Nepal mod is een... dat je soms een zombie explodeert, zeg maar. Oké, ik heb de nieuwe missie geactiveerd. Dus nu komen de zombies aan. Ik heb twee zwaarden in mijn handen nu dus. Fuck. Ready. Heb je zwaarden? Twee samurai of messen? Ik weet niet. Voor mij zijn twee messen. Wat zie je? Kom maar aan. Kijk. Ja! Yo! Hey. Wat is dat gek? What the fuck? Wat? Ja, maar het is alleen als je buurtwacht bent volgens mij. Dan krijg je die wapenchat. What the fuck? Check, we gaan hier ouwe! Ah, het is over ouwe. Het is over! En nu krijg je ook full power, dat is precies voor de melee. Kijk dan, one hit. Hey, dit is hard. Hey, dit is hard. Iedereen. Kijk, we gaan. Hey, hey. That's what I do. Hey, come on. Woe! Ja man. We zijn een kluis aan het openbreken. Hey, die doggo eet wel. Oh, die doggo ontploft nog. Dus ik moet uitkijken. Hey, die zwaard is te goed, man. Ja, ik zie het, man. Wat die zwaard is echt super goed. Normale dag in Zaandam. Oké, bijna klaar. Oh, fuck. Kuthond. Ga weg. Heb jij een huisdier? Nee, hoor. Nee, man. Nee. Had ik wel, ik had mieren. Ja, dat had ik meegekregen. Dat is zo'n hele mieren-era, toch? Ja. Yeah. Dat is wel lachen. Ja, dat is cool. Ik ga kakkerlakken of zo nemen. Yo, Aslan, je hebt nog geen... AK-chat, dat is wel beter dan deze, toch? Oh, maar ik heb die ding hier op, chat. Wat moet je doen? Ja, je moet gewoon een beetje looten en meenemen naar je stash, zeg maar. Lijkt een beetje op dat, wat, zeg maar, hoe Tarkov ook is, weet je wel. Dan gaan ze allemaal stapelen hier. Maar het is ook gewoon omdat ik fucking snel ren, chat, is de perfecte combinatie, ouwe. Ja, ik heb het ook nog niet eerder gezien. Oh, ik heb het nog niet eerder gezien, man. Die, die zwaarden. Ja, die zwaarden, ja. Ja. Ik wist helemaal niet dat het er was. Het is allemaal go-to weapon nu, hoor. Ja, dat snap ik. Oké, we zijn klaar. Go. Dan kan je reward halen. Er zitten ook nog twee wapens in die kluis, als je wil. Kluis? Ja, deze kluis hier. Heb je er wat aan? Nee. Ik heb die maar gaat die Nepal dan op die andere wapen als ik die switch? Nee, dan moet je eerst het wapen switchen en dan moet je die Nepal aanklikken, zeg maar. Jezus. Rechtsonder zie je een vierkantje bij je wapen. En dan zie je als het goed zo'n vlammetje bij 1, omdat je die napalm ding hebt gedaan. Ja. En ook het level daarnaast. Ik heb dan eentje op level 2. Oh, ik zal even een tweede wapen pakken. En ja, dat is the way to go. Okay, laten we even zo'n waggie pakken. En dan er vandoor gaan richting... Waggie tijd. Ja, we kunnen al pack-a-punch doen. Dus we kunnen ook gewoon eigenlijk meteen wel hierheen. Je moet dus pack-a-punch doen voor je wapen. Om het te upgraden om naar het volgende level te gaan, zeg maar. De volgende stage. Ik ben benieuwd of ik die zwaarder kan pack-a-punchen. Ja, dat kan. Als je dat wil. Oké, let's go. What the fuck? Check hoe ik beweeg hier, jongens. Not enough essence. Hoe ben je daarheen gekomen? Het is een gebouw. Oh, weer de trap. Het is op een terrasje. Kan ik geld aan jou geven? Want we hebben 5 doezoen nodig. 5? Ook dat 4,5. Oh ja, ik heb hem al. Ja, hier, ik geef jou geld. Ik geef jou geld. Hier. Ik heb al... Let's go! En heb je die gepack-a-punched? Ja. Nice. Okay, check dan... hoe gek mijn zwaard eruit zien. Moeten we nu weer 5k hebben? Ja, is lijp. We moeten nu weer 5k hebben voor de volgende pack-a-punch in de volgende level. Aha. Dus laten we eerst deze, deze contract even gewoon doen. En dan... gaan we daarna proberen... Want ik kan al mijn geld aan jou geven, want ik ben al level 2 pack-a-punch. Maar jij moet nu dus nog in de nieuwe zone... Moet je hier ergens een pack-a-punch vinden. Oh, ik heb ook een deadbolt turret. Daar moet ik ook heen. Oh, dit... Bro, dit is genius. Oh my god, ik zie iets heel cools. Oké. Ik ga even hierheen. Ja. We moeten eigenlijk even waggie hebben, man. Nou, fuck it. We moeten eigenlijk even daarheen. Want ik heb een deadbolt turret weer, die ik kan activeren. En deze staat naast een exfil. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hey, weer een wapen gepakt. Ik ben heel erg benieuwd als ik die activeer. En we gaan... zogenaamd exfillen. Dat gaan we niet doen. Want je moet exfillen om al je items te houden. Dan moet je weg. Uit de map, zeg maar. Of die deadbolt dan ook afgaat. Zeg eerlijk, ik weet niet wat je allemaal zegt, ouwe. Oké. Maar ik volg je wel. Ja, dit is denk ik ken die wel... termen allemaal niet. Dit is wel cool om te zien, denk ik. Daar gaat het meer om. Ik hoor je. Kijk je voetbal, Milan? Alleen Manchester City. Ik kijk sowieso geen voetbal, maar mijn chat vroeg welke voetbalclub ben je. Ah, City. Jullie horen dat, chat. Oh, volgens mij is dit top. Ga ik oplanden? Yes. Ja, ik denk dat dit top... Bro, dit is het. Bro, dit is de dream. Is dit de game? Let op. Ik activeer deze. Doe die F daar. Ja. Druk daar op F, bij die groene. F. Let's go. Lekker. En niet zometeen in die helikopter gaan. Maar kijk, wow. Niet in die heli gaan. Er komen nu... Blijf daar gewoon een beetje chillen. Die turret fixt alles. Hé, ik kan gewoon chillen hier, chat. Let's go. Wow, oh, komen extra zombies door die heli. Ja. Juist. Dus zometeen komen er nog meer, maar die turret doet alles nu. Money glitch, chat. Money glitch. Ja. Kijk maar, money gaan. Woe. En mijn XP? Wat de... Dit is een XP-hack inderdaad. XP-hack man, upload op YouTube. Clip het chat, upload het. Wat ziek. Je hoeft niks te doen. Ik kan gewoon chillen hier chat. Volgens mij kan ik nu gewoon stilstaan. Denk het wel. What the fuck. Er is nog een ergere glitch. Echt? Ik vind deze al best wel ziek. Heerlijk. Stop dat ding, land op je hoofd. Ja. Oh! Maar wat is die heli dan? Daar kan je in. Ja. Dus zo ga je normaal zeg maar uit de map en dan hou je al je spullen die je, die je hebt gevonden. En ik kan die meenemen naar gewoon volgend potje. Ja. Aha. Alleen de pack a punch neem je niet mee. Tenzij je zo'n kristal vindt of zo die ik je net gaf. Ja. En losse items neem je ook niet mee en zo. Maar je neemt wel special items en dat soort dingen mee. Aha. Yo, dit is echt bizar. Dit is gewoon, als ik nu hier gewoon AFK een half uur ga staan. En ik loop gewoon elke keer daarheen om te exfillen. Dan is dat gewoon... Maar hoe vaak kan je exfillen dan? Ja, zo vaak je wilt. Zometeen komt hier ook weer. En dan kun je weer opnieuw dat doen. Lijp. Oh, hij is gedeactiveerd, man. Fuck. Oké, dit was het. Dit was het. Oké. Oké. Genoeg plezier gehad. Wat gaan we doen? Ja, laten we deze doen, man. Deze is leuk. Deliver cargo. One. Ja, sorry dat ik net een beetje andere taal sprak met al die termen, maar ik ben een beetje... ik vind het leuk, zombies. Ja, geen stress. Dan begin ik ook een beetje te begrijpen, toch? Battle... ja, ik ben alles al vergeten eigenlijk. Oh, goed. Oké, we gaan dus nu de wat moeilijkere zone in, dus de zombies zijn nu iets sterker. Ja, maar zwaard is toch te sterk, man. Kijk je anime, Milan? Telt Pokémon? Nee. Nou, niet echt eigenlijk. Ik heb ja, officieel wel. Gezien. One Piece heb ik gezien. En ik heb de Death Note heb ik gezien. Oh, je hebt wel wat gezien. Ja. En die andere met die grote hoofden. Met die gekke... Met die hele grote mensen. Of een soort van... Oh, Attack on Titan. Die. Die heb ik ook gezien. Helemaal afgekeken. Nee, niet helemaal volgens mij. Ja, maar dit laatste seizoen was laatst uitgekomen. Oh nee, dan heb ik hem niet gezien. Oké, nu moeten we naar die... daar ginds. En dan moeten we... Ik ga wel rijden en dan kun jij die turret besturen. En dan komt er als goed een chopper en die moet je dan even uit de lucht blazen. Dan hebben we denk ik al wel weer genoeg geld om... oh wacht, hier ligt helemaal shit. Om weer verder te gaan. Hier heb ik eigenlijk niks aan. Oh wacht. Oh, dit is pack-up punch level 1. Nee, nevermind. Als ik hem gebruik nu dan kan niet. Oh, die andere moet open. Oh shit, er zitten allemaal mensen in. Oh. Nee. Ik denk dat we moeten gaan. Ja. Shit. Die moet ook open. Hoe krijg ik die open? Hier? Ja. Kom eens op mij uit, man, chat. Kijk, zit ik nou in gras of niet? Ik zit in een waggie. Kom je? Ik haal je op, ik haal je op. Ik ga door het raam hier. Hey, dat is movie type shit wat ik daar deed. Let's go, let's get it. Oké, let's go, chat! Woe! Rastak! Oké, er komt chopper aan als het goed is. Ja, voor ons, links, boven. Moet ik die schieten? Ja. Hij gaat achter ons aan. Nee, dat is ook... Oh. Okay. Hoe gaat mijn ding zo snel leeg, man, chat? Fucker. Ja, dat is echt een kutding inderdaad. Hij overheat heel snel. Ja. Ja, Jasper, wist je niet dat ik die Attack on Titan had gezien? Ja, het is lachen. Oh shit, ik moet hier omhoog, denk ik. Ik rijd verkeerd volgens mij. Fuck. Ja, hier erop. Zo, heel veel zombies. Lijkt goed zo. Ja. Ja, man. Waar zit het? Ja, en dan heb je een reward. W. Ja, het zijn niet echt hele spannende missies. Maar het is meer gewoon dat je richting het einde gaat, zeg maar. Raw Ethereum diagram. Oh, zombie. Even kijken, wat heb ik hier? Wat is dit? Ik heb een gouden gevonden. Raw Ethereum Crystal Schematic. Perform a successful exfil to craft this. Oh joh, ik heb een schematic. Ik heb hem nooit gehad, joh. Wat ziek. Self-revive kit. Hey, die gaan we wel pakken, chat. Ziek het op. Scheid jij je afval, Milan? Scheid ik mijn afval? Ja. Gewoon scheid je je afval. Gewoon. Als in, als ik aan het scheiden ben, is dat mijn afval? Nee, van dus plastic bij plastic. Ja, tuurlijk. Snap je? Waarom niet? Ja, ik weet niet. Chat vroeg het. Ze willen dat ik allemaal dingen vraag, weet je. Ja, bro, vraag maar raak, man. Ja, ik hoor je. Ja, chat, hij doet het. Maar ook gewoon die bananenschil en zo. Bij, wat doen ze tegenwoordig? Je hebt ook van die milkshake dingen met plastic omheinsel en dan een kartonnen dopje of zo. Dan ga ik echt niet dat karton eraf halen om dan vervolgens dat weer te scheiden of zo. Dat is, vind ik weird. Ja. Yeah. Maar als het een plastic flesje is met een kartonnen dopje, dan denk ik, ja, oké, boeit. Past wel gewoon in één ding, toch? Ja. Yeah. Nee, vind ik ook, Oh shit, eruit. Kijk hoe goed mijn wapen is, die zwaard is, chat. Oh shit. Oké, we moeten hier even pakken punchen. Kunnen we dat al? Ik denk het wel. Ik denk dat we genoeg hebben. Ik heb 10k nodig. Of jij hebt... Oh, hè? Oh, ik heb deze al natuurlijk. Ja, wacht, hier. 10k, hoeveel heb je nu? 4, 5, 6, 7, 8. Kom dit een keer in real life doen. Doe je ding? Let's go, chat. Oh, mijn wapens nu nog gekker. Oké, dus dit is goed. Nu kunnen we naar die midden. Hoe dan? Nu kunnen we naar het midden. Naar het midden. Ja, en dan daar heb je ook een mystery box nog, zie ik. Dus we kunnen onderweg... Daarheen kunnen we een beetje chillen. Laten we hier deze kant op. Naar links. Mag ik misschien een wietje? Ik moet even shielden. Wat voor alarm afgaan, joh. Hey, mijn wapen is hella weak, man. Je had toch die... Nee, die zwaard is nice. Die bost gewoon in 2 keer. Maar ja, maar dat is... Mijn wapen daarentegen. Nee, maar dat is omdat je die hebt gepakken punch. Oh ja, oh ja. Bij samurai mode, man, vandaag. Kijk, waar moeten we heen? Rechtdoor, ja. Oké, dit is heavy, want hier ben ik vaak dood gegaan. En ik heb nu een hele zeldzame item. Gouden, legendary, dus ik wil echt niet doodgaan. Oké, ik ga serieus spelen dan. Dus alles op alles, bro. Let's do it. Alles op alles. Oké, laten we hiermee beginnen. Oh, Rumble time. Rumble mode. Woep, woep. Wat is dit eigenlijk? Oh nee, dit is om... Dan ga je teleporteren. Waar ben je? Oh, ik ben geteleporteerd, bro. Waarheen? In de lucht! Oké, dat is goed. Jongen, is één grote zombie! Check hem hier. Kunnen we hem bossen? Of is dat dom? Ja, wil je dat? Ja, mag. Ik ben ready to rumble. Kijk hoe hij is biggie. Het is wel een beetje eng, man, eigenlijk. Ja, fuck it, let's do it. Ja, let's go. Ik heb die 1 keer nog maar verslagen, dus... Oké. Schiet jij hem al? Ja. Ik ga hem snijden, hoor. Of is dichtbij komen dom? Ik ga het proberen, ik ga het testen. Ah! Oh! Zo, de mieter, die doen niet veel damage, deze gasten. Oké, ik heb opgefokt. Ik heb opgefokt, chat. Oeh! Geen zes, ik heb zelf revive. Oké, je moet niet dichtbij bij hem komen, man. Ik heb dat zojuist getest. Oké. Goed te know. Dus die zwaar dingen werkt niet tegen hem. Ik ga wegrennen. Ik ga hem niet meer vechten, man, bro. Ik ga er vandoor. Oké, ik heb nu ook al inderdaad best wel veel moeite gewoon met... Ah, daar komt hij! Ah, fuck! Nee! Nee! Is hij bij mijn homo in Milan? Hij is bij mijn homo in Milan, chat. Overleef je het? Hey, ieder voor zichzelf, man. Ik zeg je eerlijk. Ik zeg je ieder voor zichzelf nu, man. Hoezo ieder voor zichzelf, bro? Ik ga niet meer daar naartoe, bro. Ik ben bang. En mijn wapen doet niks. Ik ga die mystery box... Oh. Waar is hij? Oh fuck, allemaal die kleintjes. Fuck, ik doe 0 damage ook op hem. Oké, ik denk dat ik in de waggie ga ontsnappen. Hey, hier is die... Hoe heet die? Die mystery box. Oh, ben je daar al? Oh fuck, hey, ik ga rennen, ik ga rennen. Come on, wayo, chat. Wayo. Oké, kom eraan. En die armored zombie is gek, man. Ja, bro, ze zijn heel sterk hier. Het is serieus. Fucking gevaarlijk. Oké, ik kom naar je toe. Hé, dit is een burstwapen. Oh mijn god. Nee! Oh nee, ik ben bij. Ah, god bless, man. God bless Milan, chat. Fuck! Ben je dood? Gooi de ding. Ik ga mezelf. Nee, ik ga dood. Fuck! Ik leef! Self-revive. Ik ga rennen hier weg. Ik moet hier weg. Oké, weg! Rennen. Naar boven. Ik ben dead. Oh nee, ik zie het. Ik weet niet of je kan redden, man. Ik weet niet of je gaat kunnen redden. Ik weet niet of dat... Oh ja, dat kan. De zombies zijn gek hier, man. Oh fuck, man. Fuck. Ze gaan naar mij toe, hè? Ja. Ja. Sorry. Ik pak ze hier aan de zijkant, man. Oh, ik zit perfecte hoekchat. Ik bos alles hier, oh, bro. Ik bos alles hier. Oh, fuck. Hoe kan ik nou geraakt worden? Door wat? Ik moet gaan. Ik moet je laten gaan. Het is goed zo, Bro, ik weet niet of ik je ga redden. Nee, ik ben dood al. Je hebt niet zoals in Fortnite zo'n bus. Nee. Fuck, man. Zo snel laten ze je vallen. I know. Wat is dat? Dat is crazy, chat. Oh. Oh, ik kan het wel doen. Ik heb zo'n heel lijp wapen. Kan je me rebooten? Ja. Rebooten. Reboot time, chat. Terug Fortnite. Oké, ik kan het doen. Ik ga het doen. Ja, ik maak een power move. Het is een power play, chat. Oké, ik maak een power move. Oké. Boven snel. Boven. Ik heb namelijk een heel sterk item opgepakt net. Oké, rennen. Aan de kant. Oh, fuck. Nu gooien. Ja. Revive. Meteen rennen naar het water. Meteen. Dit is een power move. Meteen. Let's go. Oh, ja, baby. Het was een rescue mission, ouwe. Let's go. Fuck yes, man. Dat was gek. Als ik nu geen GG's in de chat zie, dan ben ik er helemaal klaar mee, hè. Dan altijd vier ik mijn hele leven. Oké, maar ze zijn super sterk, man. Nee. Ja, we hebben sterkere shit nodig. Het is een hele moeilijke zone. Dat klopt. Deze zone is iets makkelijker. Oké, laten we hier nog even... Hoe lang hebben we nog? Een kwartiertje kunnen we hier zijn. Dus laten we nog even een dingetje doen. Hier, raid weapon stash. Kom je erin? Ik weet niet waar je bent. Oh, daar. Ga je wel op. Nice. Zo, bro. Hey, eerlijk, die save? Ik had het niet verwacht. Die save? Ja, die save was gek. Dat is wel een clipje, hoor. Clip Nation. Hey, Milan, seer je bruin of witte? Scheer? Wat? Seer. Zo van... Weet je wat seer is? Nee, ik weet niet wat het is. Verkopen. Waarom zeg je dan niet gewoon verkopen? Dat is... Ja, omdat ik dit... Ja, maar ik wou gewoon de vraag precies quoten, snap je? Ah. Okay. En ik wou je een beetje straattaal bijleren. Oh, nee, nee, dat waardeer ik. Ik weet al iets... Tori? Tori is verhaal, ja. Maar het is ook... Snap je? Tori, dus ik heb nu een goede Tori om te vertellen over die... die rescue. Ja. Oké. Okay. Maar de vraag was het ook, verkoop je bruin of witte? Ik blijf gewoon stil, want ik weet wat dat betekent, maar het is niet mijn ding. Goed antwoord, bro. Goed antwoord, zou ik ook antwoorden. En ik, überhaupt gewoon qua kleur maakt mij gewoon niet uit, weet je. Als het verkoopt, verkoopt het. Damn. Oh, dat is wel een baller move. Oh shit, het is hier al. Huh? Waarom staat er 420 meter en is het hier? Dat is raar. Oké. Oh, ik heb self-revive gevonden. Nice. Oké, man, deze moet even defenden. Oh jee. Zo, bro. Jij gaat lekker. Ik doe mijn ding, ouwe. Die zwaarden die nemen me over. Kijk, die zwaarden spelen nu voor mij. Ik zie het, ja, man. Oh, help. Nice, goede X, goede X. Oh, die komt steeds terug. Ja, ja, die recharge. Oh, zeg maar. Oh, bro, als ik dat eerder wist. Ah! Dat ik hem vaker gebruik. Yo, wat is dat, ouwe? Ja! Hij pakte me net. Hij ging me net tongzoenen. Oh. Hey, wat heb jij met voeten? Wow, ho. Dit komt even out of nowhere. Hoe kom je daarbij? Ik zag iets op je Insta volgens mij. Kijk, als je over voeten wil hebben, kunnen we lang praten, ouwe. Kijk, weet je wat het is? Ik wil niet zeggen dat ik een voetfetish heb. Maar die voet van de vrouw is wel belangrijk. Vind je niet? Nee. Ik ben er niet echt van. Nee, maar kijk. Jij hebt een vrouwtje, toch? Ja, je hebt een vrouwtje. Dat is algemeen bekend. Kijk, je vrouw komt pull-up. Van werk bijvoorbeeld. En die voet is gewoon fucked op. Lange nagel. Je ziet gele nagel en shit. Ja. Hij stinkt ook een beetje. Hij is niet zacht. Ja, maar dat heeft, zou je dat erg vinden? Ja, tuurlijk. Maar dat staat helemaal nergens op. Als een vrouw gele nagels heeft, bro, dan weet ik niet waar welke galaxy zij vandaan komt. Nee, maar een mooie voet is ook belangrijk, toch? Auw. Instant kill, let's go. Ja, dat is een beetje het ding. Ik geef niet zoveel daarom. Of zo. Ja, dat is misschien het verschil tussen jou en mij. Want kijk, voor mij... Kijk, ik wil niet zeggen voeten is mijn ding helemaal. Maar voeten maken wel het plaatje af. Kijk, ik zou niet zeggen, ik zou er... Ja. Ik ben niet een guy die zou zeggen, ja, ik ga eraan zuigen en shit. Althans, weet je, ligt ook aan de bui waar ik in zit, weet je. Als hij zegt van, yo, zuig even. Kijk, ik ben niet de moeilijkste, snap je? Ja, nee, zo sta ik erin. Deze moet je even gebruiken voor je wapen, man. Deze, dat groene. Ik whip. Let's go. Wat zit hierin? Kutwapens. Ik heb net ook weer iets cools gevonden. Een gold bar. 3500 is die. Oh, we moeten even naar die mystery box. Kan nu nog. 10 minuten. Ja, hier. Laten we daarin gaan. Mystery box. Let's go. Ja, man. Voeten. Ja, nee, gewoon. Ik vroeg het even omdat... wat is dan je ideale maat? Qua voeten? Ik denk een 36. Dat is klein. Ja. Die van mijn vriendin is het 38 volgens mij. Kijk, dat kan gewoon. Maar ideaal zou 36 zijn, maar... Ik zou eigenlijk moeten zeggen 38, want anders wordt ze weer boos en shit. Hij 38 nu. Niet 36. Knip dat eruit. Ik heb dat nooit gezegd, chat. 38. Oké, 38. Maar ideaal 36, oké. Ja. Welke maat heb jij eigenlijk? Niet om raar te doen ofzo. Nee, ja, nee. Kijk, ik ben nu een beetje bang om het te vertellen, omdat jij in die voetenkaai bent. Ja, zo'n gevoel had ik al. Beetje rare timing ook, trouwens. Dat je zegt, Nou, ik ben gewoon een guy die snel switcht van onderwerp. Nou, kijk, je bent niet geswitcht, totaal niet. Niet geswitcht van onderwerp, maar ja, ik bedoel van meer van... Ja, maar welke maat? Voor mij is 42,5. Ja, ook dat is dat ik dan denk, ja, ik vroeg je niet per se om, dus... Nee, maar misschien voel je dan chiller om te zeggen, weet je. Gebeurt hier allemaal? Bro, wat doe je? Ah, moet weer alles doen hier ook. Vandaan. Help! Help! Leef je? Ja, ik leef. Ik had zelf survived. Gelukkig. Zit. Oh, vol allemaal. Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Ja, ik voel me oncomfortabel om te vertellen welke maat ik nu heb. Ik gok 46, 47. Wow. Als ik gewoon 1, 2, 3 moet kijken, gewoon. Ja. Als dat jouw fantasie is, dan mag dat. Niet fantasie, bro. Ik zie dat gewoon. Ik heb mensenkennis. Ik kan dat gewoon zien. Je open die box, bro. Oh, mag ik dat? Let's go. Ja, maar kat zo vaak. Dit goedje. Regen. Kost geen geld. Oh, 950. Oh. Wat? Je hebt meteen een gold one. Ja. Yeah. Ah, je kan het nog een keer doen. Dat is vaak als je wil. Nee, ik heb die zwaard en een gouden ding, dus ik ben... Oké, dat doe ik hem. Ik gooi regen. Ik had al een keer regen gehad, één keer. Is die net zo goed gewoon? Als in Black Ops? Oh, ook goud. Is die nice? Matig. Een nieuwe. Hier. Yeah. Kijk maar. Oh mijn god, weer legendary. Bro, en de Holger. Oh mijn god, deze is top. Deze wil ik. Oké. Die hoef ik niet meer. Ik wil nog een nieuwe. Dat moet het gewoon net zo vaak doen tot je Raygun hebt. Ik ga een paar keer doen, chat. Ik wil eigenlijk gouden zwaarden. Deze is ook wel nice trouwens. Weer legendary trouwens. Ik wil alleen maar legendaries, bro. Zie, dit is waarom ik nooit gok. Omdat ik gewoon te goed ben daarin. Ja, dit is cool. Ik ook een tijdje. Toen ging alles fout. Ja, doe maar. Ja, let's go. Oh, je moet even rondje eruit, toch? Voor geluk of zo? Ben jij een elf? Yes! Ja, bro! Het helpt! Sniper. Ja, fuck snipers, though. Maar het werkt wel. Oké, wacht. Ik ga ook even rondje draaien. Ja, fuck. Maar wij werkt dat niet. Ja, dik, man. Dit is top. Ik wil die raygun, chat. Ook een legendary. En een tak. Huh? Bro. Oh, deze neem ik me wel, hoor. Is dat die Holger? Ja. Ja, dat is de beste. At the moment is dat de beste, dat is de meta. We zijn op die meta dingen, chat. En ik neem zwaard. Wat is dit? Ja, ik weet niet wat ik lekkerder vind. Wat drink je in de club, Milan? Ik kom nooit in de club. Juist, dat was het antwoord. Dat was een strikvraag. Ah, oké. Haha! Nice. Maar drink je? Drink je wel? Nee. Juist, ik ook niet. Was wel geforceerd om te drinken op stream door die rat. Ja, dat als je de alcohol in hebt staan, dat snap ik dat, ja. Ja. Hey, laten we gaan exfillen, man. Laten we er vandoor gaan. Waar is de exfil? Waar is de exfil? Oh, daar. We kunnen die wakkie pakken hier. Okay, laten we die wakkie pakken en gaan exfillen, man. Dan houden we alle spullen. Dan zijn we cool. Ik heb ook nog een zeldzaam. Dit is wel een goede wapen, man. Dit is top. Mensenkennis. Heb je liever mensenkennis of voetenkennis? Ik zeg voetenkennis, zeg je eerlijk. Dus dan dat je naar een persoon kijkt en je meteen weet hoe die eruit ziet, wat je... Echt precies, gewoon, precies. Ja, maar ja, ik vind van wel eigenlijk. Oké. Maar dan voornamelijk gewoon bij de vrouwtjes, hè. Pas ik dat toe. Ja, je kan het overal toepassen. Waar de fuck heb ik die ping nou neergezet? Dat wel. Maar het gaat voornamelijk om de vrouwtjes. Daar. Ja, nee, begrijpelijk. Ja, wat was de average? Normaal gesproken is Milan degene die door elkaar wordt geholpen, nu andersom. Ja. Ja, maar hij is ook niet real gamer. Hij is wel real gamer, maar hij is geen real gamer, snap je? Wat zie ik daar? Een sniper. Oh, hier op dat... Dit is een mercenary ding. Ah. Ja, want dan links hebben we die klok, zeg maar. En die staat nu minder dan 5 minuten. En dan komt er gas. En dan moet je, zeg maar, X willen, anders ga je dood. En dan heb je alles voor niks gedaan. Kijk hoe druk het hier is. Top. Hey, yo. Dus hier moeten we even surviven tot die heli komt. Ja. Oh, maar die buggy doet veel werk hier, hoor. Ja, maar hij is nu wel kapot. Oh, dit wapen is kapot goed. Oh. Die Holger is zo chill. For real, mee. Hoppakee. Double points. Zo. Oké, we moeten wel even nog een keer vragen, dus er komen nog een keer die zombies, maar dat maakt niet uit. Geen stress, geen stress. Hey, wat is dit? Oh, insta-kill, man. Top. Nee, dan ga ik met die samurai hem, man, boys. Ja, dat zou ik ook doen. Woep, woep, woep. Oh, 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 oh. Oh, shit. Voor de extra content. Oh, shit. Oh, shit. Niet doodgaan, bro. Lijkt, nee, we zijn er bijna. Ja, ja, ja. Ik weet het. Zo, we gaan even kijken hoeveel mensen. Of mensen, zombies. Oh. Er zijn echt veel zombies, man. Milan de Goat! You got this, bro. Oh, ik heb dat ding! Let op, let op, let op, kijk dan! Oh. Oké. Ik revive je. Let's go! Let's go, we is back! Oké, we moeten erin, moeten erin, moeten erin! Er komen ook nog zombies hierin. Ik ga dood! Kom er dan in, jongen! Ik wil erin! Ik kan er niet in, bro! Kruip! Ik kom, ik kom! Geen stress, we got this. Ik kan er niet in, bro! Je moet me helpen! Fuck! Ik geef 5, ik geef 5, 10 seconden. Kom erin, kom erin! Woehoehoe! Weer zo'n clutch, bro! Zombies. Clutch Nation. Damn, man. GG easy, chat. GG easy. Het is de makkelijkste game in de wereld, man. Makkelijkste game in de wereld. Like, is het moeilijk überhaupt? Damn. Bro, je ging 2 keer dood, maar nee. Bro, ik doe het voor jouw stream. Like, probeer je stream interessant te maken. Ja, 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 nee, goed punt, dankjewel. Ik zet jou nu in een goed beeld, hè. Van, hij revived de hele tijd. Hij clutcht de hele tijd. Ja, niemand bedankt eigenlijk voor die. Iemand zei, normaal gesproken is Milan degene die geholpen wordt door Kaak, maar nu is het andersom. Daarom, like, that's what I do. Dus nu ben ik ineens de K-knol. Dus shout-out jou, man, dankjewel. Geen stress, geen stress. Ja, let's get it, man. Gewoon prima. Let's go. Het is wel een leuke game mode. Wel leuk. Ja, het is lachen, het is lachen. Het is lachen. Het is gewoon voor een keer, zeg maar, is leuk en dan... leuk af en toe in de... Als je met een paar maatjes speelt, je... Het is wel lachen. Ja, toch? Zekers. Hey, Danny, ik ga er door, man. Hey, Milan. Was lachen, man, bro. Ik spreek je wel een keer. Ben je morgen weer live? Sowieso, man. Morgen ook weer live, man. Right, ik ook, man. Misschien komen we elkaar nog tegen. Want ik ga Electrician Simulator doen. Electrician Simulator? Ja, wat jij? Oké, dan. Ik heb geen idee, eigenlijk. Ah. Ik heb geen idee. Maar ik ben sowieso live. Hey, Milan Knolse chat, sowieso love naar jullie ook, man. Fijne avond. Ja, shout-out jouw Nation chat, BW Nation. BW Nation. Thanks, man, Milan. Oké, rustig aan, man. Goedenavond. Rustig aan, G. Later. Fijne avond, G. Chat, tot zover. Slaap lekker. Ik vond het een gezellig stream. Thanks dat jullie er waren. Morgenavond om 19:30 een nieuwe livestream. Ik hoop dat ik niet te moe ben van die dag. Maar komt goed. Dankjewel in ieder geval voor het checken. Dankjewel voor jullie support. Ik zag nog een donor binnenkomen van Disney. Dus thanks daarvoor. Ik mis hem door het lawaai, man. Sorry. Maar bij deze. Dus shout-out jou, Disney. Goed, slaap lekker. Rustig aan iedereen. Later. Daag.